Ik ben Pieter, de meesten kennen mij ook wel. Ik ben SEA-specialist, onder andere, maar vooral SEA-specialist. Vooral daarmee bezig. Maar ik hoop dat ik voor jullie allemaal wel wat nieuws kan vertellen. Het zal een beetje de basis worden om mee te beginnen van Google Ads. En het tweede gedeelte, dat wordt leuk voor Amir, want Amir, jij zei al een tijdje geleden dat je er wat mee gedaan hebt met Google Ads. Nou, we gaan nu dus ook echt wat doen met Google Ads. Dus we gaan ermee aan de slag. Nou, even de agenda erbij. Even kijken. Nou, eerst is een stukje theorie. Ja. Met allemaal mooie onderwerpen, zoals waarom je Google Ads zou gebruiken. Hoe je een goede accountstructuur kunt opzetten. De welbekende marketingfunnel gaan we even doornemen. Plus de KPI's die daarbij horen. De aanpak van een Google Ads account inrichten, optimaliseren. Ermee aan de slag gaan, als je een opdracht hebt waarbij je dat moet doen. Vervolgens gaan we het over de positionering hebben, de prijsbepaling. Deze A-campagnes gaan we heel kort even aanstippen. En we gaan het hebben over conversiemeting. En vervolgens, ja, dat staat daar rechts in beeld, dit was wat er beloofd werd van deze training. Dus daar gaan we ook zeker mee aan de slag, want na deze sessie willen we toch deze dingen weten. Dus we gaan er ook mee aan de slag in de praktijk. Het schrijven van een succesvolle ad die ook aantrekkelijk is. Een account opzetten. De budget en de ROAS bepalen. Google Ads campagne of account optimaliseren. En de kwaliteitsscore verbeteren. En uiteraard, dat vind ik ook vooral heel interessant, aan de slag met jullie vragen. Dus die mogen jullie alvast bedenken tijdens de presentatie. Wat handig is voor het tweede gedeelte, daar gaan we niet gelijk mee beginnen. Maar als je dat nog niet hebt, om alvast de Ads Editor te downloaden van Google Ads. Want dan kun je daarmee aan de slag zo, de Google Ads Editor. Mocht je willen weten waar je die downloadt, zoek maar op Google. Dan vind je het vanzelf. En bedenk alvast, wat wil je graag leren? Dan kunnen we dat zo ook nog doornemen. Ik ga eens eerst gewoon door de basics van Google Ads heen. Niet te snel hopelijk, maar wel een beetje vluchtig. Want wat zijn nou de voordelen van Google Ads? Nou, je bent heel flexibel in. Bij Google Ads kun je ook best wel precies gebruik maken. Je hebt veel controle erover. Je hebt natuurlijk keywords waarmee je gaat werken. Het is niet helemaal een black box, zoals je dat bij sommige kanalen hebt, waar je puur geld erin stopt en... Nou, je ziet het maar, hier heb je best wel veel controle over. Daardoor is het ook het doelgericht. Je kunt heel erg op doelen kun je richten en je kunt zelf die doelen bepalen. Laagdrempelig. Je kunt in principe heel snel aan de slag met Google Ads. Daar heb je allerlei slimme campagnes voor die zo op te zetten zijn. Daar heb je dan iets minder controle over, maar je kunt het wel doen. En het heeft natuurlijk gigantisch groot bereik. Want 93% van de zoekmachinegebruikers in Nederland... Die gebruikt Google. Nou, dat zijn er toch aardig wat. Groot bereik. Nadelen is, je moet per bezoeker of per iemand die dus op advertentie klikt en naar je website bezoekt, moet je betalen. Het kan dat je geen tijd hebt voor de nieuwe technieken, omdat het zich ontwikkelt, Google Ads. Dat je het moet bijhouden. Niet managen is veel geld weggooien. Zul je ook zien als je aan de slag gaat bij klussen met Google Ads, dat je dat heel vaak tegenkomt. Dat het gewoon niet onderhouden is. Je heel snel geld kan besparen. Het is ook ergens een verdienmodel voor Google. Dus als je niet in de gaten houdt, niet goed bijwerkt, dan zie je snel dat geld er naartoe gaat. En er is prijsopdrijvend effect. Dat inhoudt concurrentie. Concurrentie zit ook aan de Google Ads. Dus jij moet meer betalen om op een hogere positie te komen. Nou, wat is het? Advertentieprogramma waarmee je eenvoudig en snel kunt adverteren op allerlei zoek- het Google-netwerk. Zoek- en inhoudsites, daar vallen gewoon allerlei websites onder waar op Google Ads display advertenties worden geplaatst op een website zelf. Bijvoorbeeld ook YouTube, Gmail, ook in apps bijvoorbeeld, advertenties. Op heel veel plekken kun je adverteren. En dit is eigenlijk het interessantste aan Google Ads, dat het zoekwoordgericht is en positiegericht. Dat je daarop kunt adverteren. Nou, die ga ik... Dus iets sneller door. Waar verschijnen de Google Ads? Dat is waar ik het net over had. Het zoekdomein, de zoekpartners, de inhoudsdomeinen en de inhoudspartners.
En dit zijn er van die voorbeeldjes, de Google afbeeldingen, de video's. In Google Maps kun je zelfs. En dit zijn allemaal zoekdomeinen waar je uiteindelijk kunt adverteren. De tips. De accountstructuur. Ook voor velen bekend. Dit kom je ook bij Facebook tegen, zo'n soortachtige structuur. En dat zul je eigenlijk overal zien, ook als je op een TikTok of een Reddit gaat adverteren. Dat je een accountstructuur hebt met allerlei verschillende campagnes. Op campagneniveau beheer je vaak de budgetten. En vervolgens daaronder vallen weer allerlei groepjes. Advertentiegroepen. Nou, wat het belangrijkste is om hier te onthouden, is dat een advertentiegroep een groepje is van advertenties die op elkaar lijken. Die voor elkaar vervangbaar moeten zijn. Je hebt meerdere advertenties dus in zo'n groep. En je hebt ook meerdere keywords in zo'n groep. Dat zijn zoekwoorden waarop je gevonden wil worden. De key is dat je ervoor zorgt dat elk zoekwoord in zo'n groep wel past bij elke advertentie in zo'n groep. Advertenties moeten dus echt voor elkaar vervangbaar zijn. Je moet niet op hele verschillende dingen gaan adverteren ineens. Wat zijn er mogelijke structuren? Je kunt dat doen op basis van een regio bijvoorbeeld. Dat je voor elk land een andere campagne maakt. Dat kun je ook op accountniveau doen. Je kunt het ook doen op productniveau. Dat je eenzelfde soort product in eenzelfde soort campagne gooit. Maar je kunt het ook letterlijk op campagnes doen van een tijdelijk iets. Een seizoensgebonden event of campagne die je misschien nog breder dan Google Ads trekt. En die jij dan aan het voeren bent als bedrijf. En je ziet dus ook die seizoenen, die specials, Valentijnsdag, Moederdag. Natuurlijk kun je er allemaal aparte campagnes van maken. Nou, hoe dat er dan uitziet, hier in Google Ads, het interface, heb je de campagnes. Daaronder de advertentiegroepen. En dit is een structuur die je heel vaak zult tegenkomen in campagnes van Google Ads accounts. Dat ze bestaan uit advertentiegroepen waar er op breed en op exacte zoekwoorden gesplitst is. Daar gaan we later op in. Dat heeft met zoekwoordtypes te maken. Dat is wel iets wat verouderd is en wat je dus eigenlijk, dat hoeft tegenwoordig. Die structuur die was toen veel meer aanwezig in de zin van dat je daar gaat splitsen op advertentiegroepniveau, zoekwoordtype. Dat hoeft niet meer. Maar ga je wel heel vaak tegenkomen dus. En de zoekwoorden dan. De zoekwoorden, en dit zijn dan allemaal brede zoekwoorden. Nou, die staan dan in zo'n typische ouderwetse advertentiegroep met brede zoekwoorden dus. Tegenwoordig zou je brede zoekwoorden en exact allemaal bij elkaar gooien. Daar gaan we het zo over hebben. En wat is dan nog een ander dingetje wat hoort bij een account en dus ook bij een accountstructuur? Het bedenken van goede negatieve zoekwoorden, uitsluitingszoekwoorden. Dat zie je hierboven ook gehighlight, net waar we bij de normale zoekwoorden van het zoeken. Dit zijn uitsluitingszoekwoorden, dat zijn woorden waar je juist niet op gevonden wil worden. Dat is een beetje waar de structuur uit bestaat, plus extensies. En advertenties. Nou, hier zie je allemaal advertenties, uitgebreide tekstadvertenties. En zoals je ziet, dit gaat eigenlijk allemaal over hetzelfde, het NBC Congrescentrum. Dit gaat erover dat een trainingslocatie beschikbaar is. En al die advertenties moeten een beetje op elkaar lijken. Vervolgens doe je eigenlijk een soort van ABCD-test. Welke ad werkt het best? En elke ad wordt als het goed is, op het juiste moment vertoond. De funnel. We hebben de welbekende funnel. De marketing funnel van de consument die een klantreis maakt. En Google, en we zijn toch bezig met Google, hè, dus die houden we aan. Die noemt dat de See, Think, Do, Care funnel. See, aan het begin ben je bezig met awareness. Het staat hier ook bij de how, de awareness. Je wil dat mensen je leren kennen. Dus je gaat ervoor zorgen dat mensen jouw naam zien. Terwijl ze in eerste instantie niet op jouw naam zochten. Dus KPI is dan ook brand awareness. Dat ze dus daar wel van bewust worden dat jij bestaat überhaupt als bedrijf. Daar is ze misschien nog helemaal niet per se geïnteresseerd in jou. Nou, think and do. Die zitten wat dichter bij elkaar. Die zitten in het midden. Heeft eigenlijk mee te maken dat we ze meer naar conversie toe willen laten gaan. De conversie is de do-fase. Dat ze iets kopen op de site. Dat ze echt voor jou kiezen dus. Maar daartussen zit nog een think-fase. Soms wordt het in 5 stappen verdeeld, die funnel. Sommige in 6, 7. En dat zit dan vaak hier, in die think. Dan heb je nog meerdere, ja, daar kun je meerdere stapjes tussen zetten. Dat je steeds zekerder ervan bent. Eerst wil ik schoenen hebben, dan weet ik wel Adidas schoenen hebben. En dan weet ik wel Adidas schoenen dit type hebben. En uiteindelijk ga je zo precies zoeken. Dat je er misschien zelfs het woordje kopen bijzet. Nou, dan zit je typisch in de doelfase. Dan weet je al van, ik wil ze hebben.
Care, dat is voor als je al een klant hebt, die is Julia natuurlijk voor me bezig, e-mail marketing, dan wil je die mensen weer triggeren dat je hoopt dat ze nog een keer gaan kopen. Google Ads is dus perfect voor de do-fase. Veel meer dan bijvoorbeeld social kanalen. Social kanalen zijn perfect voor brand awareness. En je kunt er je eigen mensen mee targeten die jou al volgen. Maar het mooie van Google Ads is dat mensen echt iets aan het zoeken zijn, wat ze op dat moment willen kopen. En ze zoeken ernaar. Dus je weet dat ze het gewoon willen op dat moment. Dus heel, heel erg specifiek zoeken naar kopen, dan willen ze dat ook. De welbekende KPI die daarbij past, bij Google Ads, is de ROAS. Die hoor je heel vaak. Daar gaan we zo ook lekker het over hebben en mee rekenen. Maar het is niet zo dat Google Ads alleen maar in de doelfase zit. Natuurlijk kun je ook in de C-fase ermee bezig gaan. Dus dat betekent dat je ervoor gaat zorgen, ik wil brand awareness creëren. Wat zijn dan het soort KPI's waar je op stuurt? Een soort doelen. Hoe kun je nou zien of jij wel een goede advertentie draait? Nou, advertentievertoningen. Gaat voor de vertoningen. Naast bekendheid kun je testen. Je kunt de enquête houden. Aantal lezers van een blog. De tijd op de website. Ondersteunende conversies. Uiteraard komen er soms ook conversies uit. Dus dat zijn dan de KPI's die daarbij passen. Nou, de thinkfase, er hoort meer bij een whitepaper downloaden. Of dat is een hele goede daarvoor. Vooral die eigenlijk. Of dat iemand bijvoorbeeld een contactformulier invult. Dat zou ik zien als typische thinkfases. En de doelfase KPI's, dan kom je echt bij die ROAS uit, de winst. Eigenlijk alles wat met conversies te maken heeft. Aantal conversies kun je zien als KPI. Ik wil zoveel conversies hebben. Ik wil zoveel conversiewaarde hebben. Of ik wil dat mijn kosten per conversie zo en zo hoog zijn. Of mijn ROAS, de return on ad spend, is zo en zo hoog. Maar ook de winkelverlaters. Dat is eigenlijk een beetje tegenovergestelde. Als je hebt van, nou, dit is mijn conversieratio. Zoveel procent koopt uiteindelijk iets. Dan is dat andere percentage wat er overblijft van die 100% winkelwagen, verlaters misschien, die zitten daarbij. Dus je ROAS wil verhogen, die wil je conversieratio verhogen, bedoel ik. Dan moet je dus eigenlijk ook proberen dit weer te beperken. Dus dat zijn allemaal KPI's die daarbij horen. Carefase, dat heeft allemaal met herhaal aankopen te maken, aanbevelingen, reviews, customer lifetime value, dat ze al langer, een aantal jaren bij jou blijven kopen. Social media performance, hoeveel likes op je Instagram-pagina geven, et cetera. Die is minder interessant dus. ROAS is dus erg belangrijk, want Google Ads is een performance-kanaal. En ROAS is een hele mooie metric voor de performance. Het staat voor Return on Advertising Spend. Met deze methode kan een bedrijf of organisatie bepalen welke aanpak het meeste effect heeft en hoe de online marketingstrategie verbeterd wordt. Het combineert dus de return, de kosten wat terugkomt, gedeeld door de ad spend. De kosten, wat terugkomt qua conversiewaarde, gedeeld door de ad spend. Dus wat het je gekost heeft in de advertenties. Google Ads kost geld, elke klik kost geld, maar als het goed is gaat het geld opleveren. Waarom is het handig? Als je twee campagnes met elkaar kan vergelijken op het gebied van ROAS, dan kun je al snel zien, deze doet het zowat twee keer zo goed als die andere. Je weet wat elke geïnvesteerde euro die je erin stopt, qua ads kosten, wat het waard is, qua wat het oplevert. Die is interessant. Je moet je ROAS natuurlijk wel goed bepalen. Dus wat zie ik als ROAS? Wat zie ik als mijn kosten allemaal? En wat zie ik als mijn opbrengsten? Ga je opbrengsten, alle opbrengsten zien of alleen de opbrengsten van dat kanaal? Mag ik wat vragen? Ja. Mogen we tussendoor een vraag stellen of niet? Ja, zeker. Ga je gaan. Ja? Even nog teruggaande naar die fases, hè, van see, think, do en care. Ja. Jij zegt Google Ads is met name heel erg goed voor de do-fase. Mm-hmm. Hoe relevant moet ik de see- en de think-fase dan zien? Moet ik een campagne altijd op alle vier de gebieden focussen? Hoeft niet. Ik zou vooral als je ermee begint met het opzetten van een campagne, zou ik beginnen met de doelfase. Want uiteindelijk is dat waarbij je goed kan scoren. Omdat Google daar zo goed geschikt voor is. Mm-hmm.
En ja, dus dat zou ik doen. En dan zou ik, als dat goed loopt, zou ik ook die andere campagnes gaan inzetten. Ja. Dus op die manier. Oké. Okay. Die doelfase ook wat gewoon het meeste opbrengt? Ja. Ja, ja. Als je maar directe opbrengst bedoelt. Ligt eraan, maar als je echt opbrengst qua geld bedoelt, ja. 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 Want iemand die puur op zoek is naar een telefoon, hoeft helemaal niet per se jouw iPhone-telefoon te willen kopen. Dus de kans is veel kleiner dat die dan uiteindelijk koopt. Op jouw site. Dus ja, die doelfase die leeft het meest op. Okay. Ja. Niet te verwarren, je hebt branding. Dat zie ik als in de awareness fase. Mensen die niet naar jouw brand op zoek zijn, die ga je nu jouw brand laten zien, zodat ze die leren kennen. Maar je hebt ook branded campagnes. Dat zien we vaak bij Google Ads als campagnes waarin er juist geadverteerd wordt op mensen die wel zoeken op de brand. Dus die het juist al wel kennen. Die hebben vaak een hele hoge ROAS. Want dan zit je echt in de doelfase. Als je zelfs al het merk weet wat je wil hebben. Die hebben vaak de beste ROAS. Nou, hier het verhaaltje was hier dat ROAS. Je kan natuurlijk de Google Ads ROAS aanhouden. Google Ads geeft een ROAS. Maar wees je ervan bewust dat het op zoveel manieren te interpreteren valt. Dus dat je eigenlijk, als je het goed wil doen, altijd met het hele plaatje moet kijken van hoeveel retouren komen er weer terug. Als jij een hele goede ROAS hebt in Google Ads, maar het is een campagne waar de hele tijd van alles wordt teruggestuurd, dan is het eigenlijk nog niet winstgevend. En je hebt allerlei verschillende manieren van attributie. Dus dat. Ik ga iets sneller doorheen. Hier hebben we nog een keer de hele funnel. En dan zie je hier SEO en SEA. Die komen echt bij die think en do vooral aan de orde. Daarvoor zit je meer op de banners, tv, commercials, radio en later meer de nieuwsbrief. De socials. Ja. ROAS verhogen. Want ik zeg, ROAS is heel belangrijk voor Google Ads, dus dan moet je het ook kunnen verhogen. Dat kan op meerdere manieren. Bijvoorbeeld de conversieratio verhogen. Als jij ervoor kan zorgen dat mensen eerder, vaker ook echt iets gaan kopen, dan zijn de kliks het meer waard geworden. Een klik waar geen conversie uit komt, is verloren geld. De average order value, de AOV, als je die kan verhogen, je kan ervoor zorgen dat mensen er meer bij kopen, dan heb je dus ook meer opbrengsten voor die ene klik. Dus als je website je website heel aantrekkelijk maakt om er nog wat bij te kopen, op die manier, dan doe je dat goed. Gratis verzending kan ervoor zorgen dat mensen misschien net niet de winkelwagen verlaten, promoties ook, betalingsopties ook. Als iemand niet kan betalen, ja, dan zal die ook niet kopen. Voor het niveau is in orde. Het is erg terug als iemand wel klikt op jouw advertentie. En er zijn er bijvoorbeeld wel 2 beschikbaar. Dus ja, hij is beschikbaar, maar hij wil er 10 kopen. Kun je het retourpercentage verlagen. Kan ermee te maken hebben, is jouw product wel wat jij beloofd hebt. En herhaalbestellingen kun je die verhogen. En zijn de ROAS-doelen voor alle productcategorieën hetzelfde? Of niet? Oké, die dingetjes hebben we afgehandeld. We gaan nu naar de aanpak. Want we gaan nu echt aan de slag met een Google Ads opdracht. Wat is altijd belangrijk? Ik gaf het net al aan, er zijn meerdere KPI's. Dus dat je gaat navragen, wat zijn de doelstellingen van je campagne? Je kan wel een campagne moeten verbeteren, een account moeten verbeteren. Maar als het gewoon niet duidelijk is wat nou echt het doel is, dan kunnen ze jou eigenlijk daarna er misschien op afrekenen dat je iets niet goed hebt gedaan. Nou ja, jij weet niet wat het doel is. Dus daar moet je het eerst duidelijk hebben. Nou, wie is de doelgroep? Wordt de campagne goed gemeten? Komen je conversies wel binnen? Anders zien ze alleen maar wat de kosten zijn en niet wat het oplevert. Zijn er slogans die je kunt gebruiken? Zijn er unique selling points die je in je ads kunt gebruiken? Bepaalde woorden die je kan gebruiken? Wat is het budget? De periode dat het moet uitgevoerd worden? De boodschap? De website? Je moet je goed laten briefen. Eigenlijk ga je een ad schrijven. Er staat er 3 koppen tegenwoordig met een aantal tekens. 2 beschrijvingen en 2 paden. Dat is een soort neplink waar je wel op kunt klikken. Maar die link die bestaat niet als je hem in je zoekbalk zou typen. En dat is net een extra plekje waar je nog meer kan vertellen. Los van de titels en de beschrijvingen die hier staan. Keyword insertion. Dus erg handig, dan kun je hier precies in de kop
het woord laten terugkomen dat iemand ingetypt heeft. Een handige functie. En die schrijf je die ads eigenlijk ook weer met het AIDA-model, eigenlijk ook weer in een trechtervorm. Dus je gaat proberen eerst bovenin, bijvoorbeeld in de eerste kop, het merk nog een keer te noemen, op hoger niveau. En dan ga je lager naar beneden, ga je ze echt tot een actie laten komen. Het eind van de advertentie. Dan eindig je met een call to action. Waarin je zegt van klik nu om te kopen. Of klik nu om voor meer informatie. Als je bijvoorbeeld niet voor een harde conversie gaat, zoals een product kopen. Maar je gaat voor een contactformulier invullen. Dan is dat jouw actie. Maar je eindigt altijd met een actie. Dat werkt heel goed bij een advertentie. Nog een keer het model. Nog maar even de zoekwoorden aan te tonen. Dit is toch wel echt de aanschaffase. En dat je echt op verzekeren of kopen of wat dan ook. Dat soort woorden is altijd iets lager. Zoekwoordtypes. Je hebt verschillende soorten zoekwoordtypes. Waarvan er nu nog maar 3 bestaan. Het waren er 4. Ik heb deze iets uitgegrijsd. Dat was vroeger. Nu is het eigenlijk wat dat het makkelijker om te vertellen. Je hebt de exacte zoekwoorden. Dat zijn zoekwoorden waarvan je zegt, ik wil alleen dat mijn advertentie vertoond wordt als iemand dit intypt. Heel veilig om dat te doen. Dus als je een zoekcampagne moet opzetten voor een klant, die heeft niet zoveel budget, die wilt het niet verpesten, die wil geen risico's nemen. Als je niet veel budget hebt, dan kun je het budget beter gooien in waarvan je weet, dit gaat toch supergoed lopen. Je kan je voorstellen dat hier wel minder verkeer op is. Iemand echt precies een bepaalde woordcombinatie intypt. Met een brede zoekwoordtype, daar kun jij breder verkeer mee opvangen. Los van dat het precies ingetypt moet worden wat jij opgeeft als adverteerder. Bijvoorbeeld women's heads. Los daarvan word je ook gevonden van bredere interpretaties, zoals by ladies' heads. Dan wordt je advertentie ook vertoond. Nou, dat kan soms te breed opgevat worden. Op een manier die jij misschien niet wil adverteren. En daardoor kan het je ook meer kosten. Maar er is wel meer verkeer. En het kan een goede manier zijn om te ontdekken wat misschien wel goede zoekwoorden zijn om als exact zoekwoord toe te voegen. Maar je gaat er ook een rotzooi tussen krijgen. Nou, dat is voor later. Die moet je dan uitsluiten. En een phrase match, die zit er een beetje tussen. Je geeft eigenlijk een woordcombinatie op waarop je gevonden wil worden. Dat kan niet geshuffeld worden. Die woorden. Kan ook niet dat er ineens een woord tussen staat. Dus tussen women's en heads komt nu geen woord ertussen. Dat kan wel bij die hele brede vorm. En die woorden kunnen ook helemaal anders geïnterpreteerd worden. Maar dit blijft gewoon. Alleen als iemand dit intypt, word je gevonden. Maar ze mogen er wel iets voor of daarna nog typen. Dus by women's heads, dan word je ook gevonden. Nou, er zijn verschillende soorten zoekwoordtypes. En deze is weggegaan. Voor degenen die dat interessant vinden en het nog van vroeger kennen. Die twee zoekwoordtypes zijn nu eigenlijk de nieuwe phrase match geworden. Eerst had je net iets meer onderscheid. En nu is dat samen één zoekwoordtype geworden. Soms kom je ze nog tegen in oude accounts, maar die vallen hieronder. Je ziet heel breed groot verkeer. Maar hier ben je heel precies en pak je misschien eerder de mensen die je sowieso wil hebben. De extensies. Je kunt allerlei extensies toevoegen aan jouw ad, waardoor je ad groter wordt en meer informatie biedt. Wat is er zo mooi aan extensies? Nou, ten eerste, je hebt meer ruimte. Je hebt niet alleen maar die 3 koppen en de 2 beschrijvingen, maar ook allerlei extra dingetjes. Dit is er al eentje. Dit is los van de beschrijvingen. Dit zijn ook extensies. Telefoonnummer is een extensie. Deze 2 linkjes zijn extensies. Het mooie ervan is, Google laat ze zien wanneer ze nodig zijn, wanneer Google denkt dat ze nodig zijn. En het kost je geen extra geld en de advertentie wordt groter door. Dus de kans is groter dat ze erop klikken. Ze zien daardoor minder van de concurrenten ook, want je advertentie is groter. En je kunt er misschien hele relevante info in kwijt. Dat is altijd goed om te doen. En het kan zijn dat een review-extensie, dat mensen zien hoeveel sterren er gegeven worden aan jouw site. Nou, dat kan goed zijn natuurlijk, kan ook nadelig zijn. Locatie kun je toevoegen, een telefoonnummer, maar vooral ook hele mooie linkjes en unique selling points. Dus die zijn het zeker waard om toe te voegen. En tegenwoordig ook zelfs afbeeldingen. Dat je een mooie afbeelding naast je advertentie kan vertonen.
Dit is een hele interessante. Die is best nieuw. Maar je kunt er zelfs een leadformulier laten invullen. Eigenlijk in een extensie. Waardoor mensen niet eerst op een site hoeven te klikken. En daar een formulier hoeven in te vullen. Landingspagina's. Heel snel besluiten mensen. Die staat binnen een halve seconde. Bij de ene gaat het wat sneller, bij de andere trager. Maar mensen besluiten heel snel of ze vinden dat ze op de juiste landingspagina zijn beland. Of ze vinden dat ze krijgen wat hen beloofd is. En of ze vinden dat ze op de juiste plaats zijn dus. Dus heel belangrijk om die landingspagina's goed te kiezen. Dus stel, jij wil gaat adverteren op de auto. Je bent de ORA en op de mensen die een autoverzekering zoeken. Dan wil je niet dat mensen deze te zien krijgen, zeg maar. Die rechterpagina. Soms heb je, en dat kom je echt tegen bij accounts, heb je zoveel relevante pagina's, maar doen ze een veel te generieke pagina laten zien aan het eind van de advertentie. Dat is dus ook iets wat, je advertentie wordt erop afgerekend als mensen de landingspagina niet goed vinden. Dus dat hoort er ook bij. Positionering van advertenties. Hier ga ik sneller doorheen. Er zit een formule achter. Het gaat er niet om dat je die formule helemaal gaat kennen. Maar dat je meekrijgt dat jouw plek van de advertentie, en je wil natuurlijk hoog komen met je advertentie, want daar val je gelijk op. Dat die afhangt, die plek, van hoeveel je biedt als adverteerder voor een zoekwoord. En ook hoe goed jouw advertenties zijn, de kwaliteit. Hoe hoger de uitkomst van CPC keer kwaliteitsscore, zeg maar, die twee factoren, hoe hoger jouw advertentie komt te staan. Hier heb je een voorbeeld van verschillende kosten per kliks die er geboden worden. Nou, je zou denken, deze biedt heel, heel veel, meer dan de concurrenten. Dus dat deze bijvoorbeeld bovenaan zou staan, deze advertentie. Anderzijds kan je denken, deze advertentie die heeft de hoogste kwaliteitsscore, misschien komt die wel bovenaan te staan. Maar in dit geval is het deze advertentie net die gouden middenweg. Nou, dat wordt dus berekend met een score. Zou ik niet te letterlijk nemen, want dat verandert ook elke keer. En ik pak mijn rekenmachine nooit bij om dit te berekenen. Want ik weet ook helemaal niet wat de concurrenten precies voor scores hebben. Wat zij voor kwaliteitsscores hebben. Ik wil gewoon hoog komen. Maar de eerste positie is ook niet alles. Maar bijvoorbeeld de zevende positie, daar heb je niks aan in Google Ads. Dus je wil daar gewoon bij de top komen. Wat goed is om te weten, is dat je CPC, je actual CPC, wat je echt betaalt uiteindelijk voor een advertentie, dat dat lager ligt vaak dan wat je biedt als CPC. Want jij biedt een bepaald bedrag van dit heb ik over voor mijn zoekwoord. Maar uiteindelijk betaal je net een cent meer dan degene die het ene hoogst biedt. Dus als degene na jou 55 cent biedt en jij biedt een euro, of jij maar 56 cent betaalt. Jij bood meer dan die ander, maar je hoeft dan niet het hele bedrag te betalen. Is er een strategie om ervoor te zorgen dat je kost wat kost op die eerste plek komt? Nee, dat niet. Maar je wil wel dat je advertentie in ieder geval vaak op die plek of vaak op de eerste pagina vertoond wordt. Dus dat is de strategie een beetje. Het is wel zo, hoe hoger die staat, hoe groter de kans dat erop geklikt wordt, hoe groter de kans dat het... dat erop geklikt wordt, laat ik het zo zeggen. Die kans is groter. Maar het kan je gewoon veel te veel kosten. En dan een tweede plek ook prima. En je gaat ook niet altijd in eerste plek behalen. Want de concurrenten bieden op elk moment weer wat anders. De kwaliteitsscores kunnen veranderen. Dus dat, nee. Korte antwoord, nee. Dat is niet je doel om op plek 1 te komen. Oké. Als het heel goed gaat met de ROAS, dan zou je kunnen zeggen, nou, kijk, deze die gaat heel goed. Daar wil ik wel wat meer voor betalen, hoor. Dan wordt de ROAS misschien ietsjes lager. Maar dan sta ik altijd bovenaan. En dan maakt het ineens best wel uit. Dat verschil tussen bijvoorbeeld een plek 3 of plek 1. Dus dat is de korte samenvatting. Als het heel goed gaat met je ROAS, dan zou je daar wel meer voor willen gaan. Dan wil je gewoon niet dat je niet vertoond wordt. Of dat je laag in de resultaten komt. Nou, kwaliteitsscore is een van de pijlers dus van een goede positie. Score die toegekend wordt aan advertenties aan de hand van kwaliteit. Kwaliteit wordt met name gebaseerd op de relevantie. Google gelooft dat advertenties van hoge kwaliteit
voor meer kliks zorgen. En Google wil meer kliks hebben. Die wil een goed advertentieplatform zijn. Het vertrouwen van klanten wordt ermee verhoogd als de kwaliteit goed is. Goed om te weten, de kwaliteitsscore gaat weg. Wat ook goed is om te weten, de factoren waar de kwaliteitsscore uit bestaat, die blijven bestaan ook. En die blijven belangrijk voor hoeveel jij moet betalen om op dezelfde positie te komen. Waarom zeg ik dat? Als jouw positie afhangt van je kwaliteitsscore en van hoeveel jij biedt, dan kun jij dus door een betere kwaliteitsscore te hebben voor minder geld op een bepaalde plek staan. Dat principe blijft. Alleen die kwaliteits, die score die eraan wordt toegekend van 1 tot 10, dat cijfer, die gaat weg. Nou, waar bestaat het nou uit? Het belangrijkste is de relevantie van je advertentietekst en de kwaliteit op de landingspagina. En daar hoort ook bij, de kwaliteit van een landingspagina, de laadtijd van een landingspagina. Ook hoe goed een landingspagina werkt. Allerlei SEO-dingetjes ook. Ook komt de tekst die in je advertentie staat terug in de landingspagina. Dus is die match goed? Eigenlijk is je landingspagina gewoon goed of niet. Dat is de ene factor. En de andere factor is je advertentie goed of niet? Komt jouw zoekwoord, waar iemand op zocht, komt die wel terug in de advertentie? Het moet eigenlijk een soort drie eenheid zijn. Zoekwoord, advertentie, landingspagina. We moeten met elkaar overeenkomen. En hier gaan we zo ook verder induiken. In ieder geval kwaliteitsscore verbeteren. Dat doe je op, door relevante zoekwoorden. Alles wat heeft met relevant te maken. Daar moet je op focussen. En de minder relevante, die haal je weg. Ik kan het ook andersom zien. Relevante ads, die haal ik. Minder relevante ads, moet niet weg. Het gaat twee kanten op. Zoekwoord, ad. Eén moet relevant bij het andere zijn. Advertenties met een hoge CTR laten staan, dat verbetert ook je kwaliteitsscore van een advertentie. Van een zoekwoord bedoel ik. Want je wil gewoon alles wat een lage CTR heeft, dat betekent eigenlijk mensen klikken niet vaak genoeg op als ze een advertentie zien. Dus ze vinden het misschien niet goed bij het zoekwoord passen van wat ze zochten. Terug laten komen in de advertentietekst. Jouw zoekwoord is dus een hele goede dan. En de landingspagina verbeteren. Nou, daar neem ik Search Ads. Daar ga ik niet lang op in nu. Gaan we ook later in deze training niet lang op in. Behalve dat we nog vragen over hebben. Maar het is wel goed om even aan te stippen. Iets waar ik eigenlijk ook vaker wat mee wil doen. Want het is een manier waardoor jij in plaats van met zoekwoorden in te stellen, kun je dan adverteren met pagina's. Je geeft eigenlijk pagina's op. Je zegt tegen Google Ads, dit is mijn pagina van de website. Bedenk jij maar welk zoekwoord past er dan, welke advertentie hoort er dan bij. Ga dat maar maken. Dat kun je ook op basis doen van een feed die van je website komt. Dan geef je een nog beter eigenlijk richtlijnen mee waar Google wat van kan maken. Dus allemaal automatisering. Interessant, want alles wordt uiteindelijk automatischer in Google. Conversiemeting. Een belangrijk puntje wat er nog open staat. Want als jij een goede campagne hebt, dan blijkt dat uit jouw ROAS die bijvoorbeeld goed is. Of het aantal conversies dat hoog is. Als het niet goed gemeten wordt, krijg je dat niet altijd binnen. Dan lijkt het misschien alsof het slechter gaat dan het eigenlijk gaat. Conversie kan een lead zijn of een verkoop zijn. Maar dat is ook echt gelijk een heel belangrijk onderscheid. Dat je vaak terugkrijgt in accounts. Sommige accounts, vaak business to business, die werken met een aanvraag. En er wordt niet iets in een winkelmandje gestopt. En er komt niet gelijk geld binnen. Maar mensen vragen iets aan. Die vragen contact op. Die downloaden een formulier. En vervolgens gaan ze later iets kopen pas. En dat is dan een lead. In ieder geval beide moet je instellen. Dat doe je met een code die ingesteld wordt. En daarmee, als je het goed doet, heb je rendement op je conversiemeting. Er zijn twee manieren om conversies te meten. Lineair en last click. Wat ermee bedoeld wordt. Last click, er zijn eigenlijk nog veel meer manieren. Maar dit zijn twee goede manieren voor Google Ads. Last click staat die standaard op in Google Ads. Dat betekent als iemand op jouw advertentie klikt. En hij koopt binnen. Nou, standaard staat 30 dagen. Koop binnen 30 dagen, dan zegt Google, oké, conversie is gemeten. Kom door deze advertentie. Maar alleen bij de last click. Dat betekent als daarna op bijvoorbeeld een campagne uit een e-mail, een e-mailcampagne op een link wordt geklikt van hetzelfde product, hetzelfde bedrijf, en dan koopt,
dan krijgt Google Ads hem niet. Maar hij heeft al op die ads geklikt, maar daarna heeft hij op die e-mail geklikt. Dus dan zegt hij, deze telt niet voor Google Ads. Amir, je hebt een vraag. Bonjour, ik heb een vraagje. Is er een verschil als je een conversie meet, dat hij hier eigenlijk net mee te maken? Een conversie meet via Tag Manager, het verschil met Google Analytics, dezelfde conversie meten? Ja, goede vraag. Eigenlijk is het zo dat Tag Manager een manier is om je conversies in Google Analytics te krijgen. Dus dat is het. Dus uiteindelijk is dat hetzelfde. Google Tag Manager is een manier om dus jouw tags op een website in te stellen. Het handige is, even omhoog halen, maar je kan ook allerlei andere extraatjes implementeren in een Google Tag Manager tag, die je dan niet in een Analytics tag kunt zetten. Dus dan moet je later, stel je hebt al een Analytics tag gezet op je website, moet je later voor andere functies weer een tag installeren op je site. En bij Google Tag Manager stel je één keer een tag in op de site. En vervolgens kun je er later nog allemaal dingen aan toevoegen. Maar dan hoef je niet nog een keer in de code op je site te hangen. Ah, ik vat hem. Dus er is bijvoorbeeld een landingspagina met maar één aanmeldingsknop. En die wordt aangehouden als de conversie, als die dus wordt gesubmit, zeg maar. Is dus die conversie, als die wordt gemeten met Google Analytics, dat is dus voldoende? Dat is prima? Ja, voldoende, ja. Je kunt doelen uit Google Analytics kun je in Google Ads zetten. En tegelijkertijd doelen uit Google Tag Manager, die komen in Analytics. Dus die kun je ook in Google Ads zetten. Top, denk je wel. Wees voorzichtig dat je ze niet allebei instelt. Dan wordt het ook dubbel gemeten. Ja. Dat je het goed doet. Nou, last click model heb ik net uitgelegd. Lineair is, jouw klik telt ook nog, je conversie wordt ook nog toegemeten als er daarna op een e-mailcampagne wordt geklikt. Bijvoorbeeld van net, eerst werd hij dan niet meegemeten, met lineair wel. Kun je dat zien, hoe Analytics ingesteld is? Heel goed. Ja, je kunt in Analytics en in Google Ads kun jij verschillende attributiemodellen aanzetten. En dat laat je dan ook gelijk zien wat het verschil in is. Dus stel je zet hem eerst op last click, dan zie je staan, oh, die campagne heeft zoveel conversies opgeleverd, die campagne zoveel, die zoveel. Dan zet je hem daarna op lineair bijvoorbeeld. Dan zie je, hey, die heeft veel minder opgeleverd. Waarschijnlijk vaak minder, omdat veel last click is in Google Ads. Maar je zult ook zien dat bepaalde campagnes ineens meer hebben. Dat zijn dan waarschijnlijk meer awareness campagnes. Ja. Want die hebben niet een last click vaak. Maar daarna heeft het meerdere kanalen waarmee de aanleiding komt. Ja, en dat is ook, nu gaan we een beetje een zijspoor op Google Analytics. Daar ga ik niet te veel op in. Maar het mooie is met Google Analytics, dat je dus heel veel kanalen op dezelfde manier kunt vergelijken. Ja. Facebook die claimt elke klik, ook als het niet last is. Hij lacht, maar zo doe Facebook. Ja. En dan kun je dat in Google Analytics naast elkaar zetten van, Facebook en Google, ik ga even kijken, hoe hebben jullie het gedaan? Nou, zet je het op last click, dan zul je waarschijnlijk zien dat Google veel heeft opgeleverd. Dan denk je, ja, Facebook, wat doet Facebook? Facebook heb je niks aan. Zet je hem op first click model, zie je dat Facebook veel heeft opgeleverd en Google niet. Ja, wat heeft dan uiteindelijk jouw succes zo groot gemaakt? Ja, dat is ook lastig om daar één antwoord op te geven. Ze hebben er allebei aan bijgedragen. De ene was het laatste setje, de andere het eerste setje. Het is wel goed om je te realiseren, om af en toe op een ander model te zetten. Dat je in ieder geval niet zegt van deze campagne doet niks, omdat je gewoon maar één model bekijkt. Dus dat. Nou, hier zie je het, verschillende manieren om te meten, conversiemeting. Dat stel je in bij doelen in Analytics. Ga ik niet te veel op in. Je ziet conversies terugkomen in Google Ads. Hier zie je dat de ene meer conversies heeft dan de andere. Ah, nee, daarom zeg ik het. Je ziet ook halve conversies of kwart conversies. Nou, dat is bijvoorbeeld bij zo'n lineaire. Dan weet je, dit is waarschijnlijk een lineaire conversiemeting. Want wat is een halve conversie? Iemand heeft wel een conversie gedaan of niet. Maar bij lineair wordt jouw ene conversie wordt in stukjes verdeeld. En dan wordt bijvoorbeeld gezegd, de helft gaat naar mail en de andere helft naar Google. Of een kwart gaat naar mail, een kwart naar Google, een kwart naar Facebook en een kwart naar wat dan ook. Dat is het verhaal dat ik net verteld heb.
Je stelt het in, bovenin bij tools, conversies. En dan kun je ook een ander attributiemodel dus doen. Wat ik net over had. Kun je first click vergelijken met lineair of met last click. Dit zijn alle soorten die er zijn. Het zijn er niet maar twee dus. Last click, de laatste, krijgt 100% van de conversies. Lineair wordt verdeeld. Dan heb je ook een first click. Call tracking, nog even interessant. Puur voor degene die bij een bedrijf zitten, bij een klus en dit denken van, hey, hier valt nog wel wat te doen. Wordt jouw call ook als een conversie gemeten? Want dat kun je dus instellen. Je ziet het staan, telefoongesprekken is een doel, wat een conversiedoel kan zijn. Je kunt het ook met bijvoorbeeld een ad calls, waar bijvoorbeeld Patrick vandaan komt, die nu bij SMC komt. Die komt van ad calls vandaan, die kunnen heel goed het succes van telefoongesprekken meten en terugkoppelen aan Google Ads. Dus dan zie je ook van, hey, dit telefoongesprekje heeft wat opgeleverd. En dat kwam door die en die advertentie. En dan wordt dat weer teruggegeven aan de advertentie. Google Ad Grants wilde ik ook als laatste nog even kort doorheen. Want dat is eigenlijk nog best wel interessant. Google Ad Grants, dat is gratis adverteren voor non-profit organisaties. Waarbij je een bedrag van $10.000 per maand kan gebruiken. Ja, je moet wel kunnen laten zien dat je echt een stichting of wat dan ook bent. Maar als je dat bent, dan kom je er wel doorheen. Die check. En dat komt dus neer op $329 per dag aan dollars. Wat is daar handig aan? Je kunt je website er hoger mee ranken en alsnog niet meer hoeven te betalen. Want het is gratis, dit is de advertentie die je hebt. Dus als non-profit organisatie best interessant om te doen. Hier zie je een voorbeeld van, ik ken het niet, maar het is een site, een goed doel. En die kunnen dus nu net King Funds vermeld boven de NIS-website voor een NIS-term. Dus voor een term van de concurrent, daar kun je nu boven staan, wat je niet met SEO kan. Puur met SEO, zonder te betalen. Maar je betaalt er alsnog niet voor. Want het is gratis geld van Google. Dus echt wel handig. Er zit wel verschil met reguliere ads. Je moet echt een bepaalde CTR behalen. Dus ze willen echt geen rotzooi advertenties, zoals je het kunnen zien. Want ze willen niet dat het gratis budget van Google misbruikt wordt. Mag niet geadverteerd worden ook op brede, niet relevante zoekwoorden. En zoekwoorden die bestaan uit één woord. Mag niet dat, zoekwoorden die bestaan uit één woord is ook een breed zoekwoord. Dus dat mag niet. En je moet ook een bepaalde kwaliteitsscore halen van 3 of hoger. In je eigen bedrijfsnaam, die mag bijvoorbeeld wel. Er zijn wel uitzonderingen, maar het is een stuk strenger. Je hebt ook een maximum CPC-bod, zodat je niet met je gratis budget allemaal bedrijven eruit gaat lopen adverteren en die ook gewoon betalen. Die wel betalen. Dus je hebt wel een maximum CPC-bod wat je krijgt. Er moeten minimaal 2 advertentiegroepen actief zijn. Minimaal 2 advertenties en een site link per advertentiegroep. Waarom ze dat gedaan hebben? Ja, waarschijnlijk om zodat jij in ieder geval je kwaliteit een beetje goed in orde hebt. Dus dat. Ad Grants is echt wel interessant om wat mee te doen. Dus mocht je dat voor een organisatie nodig hebben. Als er nog nooit iemand met Google Ads heeft gewerkt, laat ik gelijk even zien hoe het eruit ziet. De bedoeling is dat je inlogt met deze gegevens die ik gedeeld heb. En dat je dan het Hello Rider account opent. Dus je kunt er dan, waarschijnlijk zie je er meerdere staan. Als je die van mij hebt aangeklikt. Mm-hmm. En dan kun je volgens de Hello Rider openen. En dan gaat die gelijk downloaden. En als je hem al toevallig had al, omdat je wel eens voor me gewerkt hebt. Dan kun je op deze manier recente wijzigingen ophalen. Meer gegevens. Nou, dan kun je de meest up-to-date versie van het account downloaden. Mooi van de Google Ads Editor is dat je offline dan kunt werken aan je Google Ads. Wat gaan we hiermee doen? Wat gaan we hiermee doen? We gaan ads schrijven
Ik heb het heel kort al aangestipt, maar we gaan er iets dieper op in. We gaan even een goede ad schrijven, want dat is een van de punten van dit praktische gedeelte. Hoe schrijf je een goede ad? We gaan een goede ad schrijven. Dan gaan we in het account schrijven. We gaan daar dus ads inschrijven in het account. Daarvoor gaan we proberen het volledige aantal tekens te gebruiken. Dus de titel en de beschrijvingen optimaal benutten. We eindigen met een call to action. Dus bijvoorbeeld, klik nu om dit te kopen. Of, je snapt wel. Bekijk hier onze catalogus. Contacteer ons nu. Ik ga natuurlijk niet voorzeggen wat nu de beste call to action is. Zoekwoord terug laten komen in de advertentie. Zo maak je een goede ad. Probeer dat te doen, zowel in een van de drie titels als in een van de twee beschrijvingen, op zijn minst. En ook in het pad kan het heel goed zijn. Inspiratie uit de landingspagina halen. Dus dingen die op de pagina waar je uitkomt met je advertentie, ook in je advertentie verwerken. En actief schrijven. Daarmee bedoel ik niet een voorbeeld van een passieve zin. Dat is, als je op deze link klikt, kom je bij de catalogus of zo. Nee, van klik nu. Van rechtstreeks aanspreken. Niet te langdradig. Oké. Dat mogen jullie gaan doen. Voor dit product. We gaan voor een Mont Blanc product. Gaan we een ad schrijven. En ik wil zo wel zien wie de mooiste ads heeft. Eén ad maken. Dat gaan we voor dit product doen. Dit is de landingspagina van het product. En hier staat inspiratie uit de landingspagina halen. Dus doe dat vooral. Als je dit linkje intypt, dan kom je bij dit mooie Mont Blanc product. Het is een advertentieaccount van Hello Rider, dus alsjeblieft niet live zetten deze ad. Dat kunnen ze waarschijnlijk niet waarderen. Maar weet je, dat zou een app moet zijn. Dan gaan we nu wachten dan. Ik heb hier tips voor het schrijven van een goede ad. Ik heb nog een code net binnengekregen. 691019. Voor degene die toegang nodig heeft tot mijn account. 691019. En het aanmaken van app doe je. Het maakt even niet uit in welke campagne het je doet. Want het is helemaal niet voor Hello Rider. Dus je klikt links op advertenties. En je gaat klikken op de uitgebreide tekstadvertentie. Daar. En dan heb je hier eigenlijk al een advertentie. Die je nu mag omschrijven. 3 nieuwe koppen. 2 nieuwe beschrijvingen. Hier rechts zie je het aantal tekens. Hier komt dan natuurlijk de pagina. En ik wil dat de uitdaging aangaan om dat goed te doen. Volledig aantal tekens gebruiken. Eindig met de CTA. Oké, Jurja. Ik ben benieuwd. Zal ik even wegblazen? Wat heb jij voor moois? Ik heb... bij kop 1 heb ik gewoon een smartwatch met rubberen band. In het Engels. We doen alsof het een Nederlandse pagina is. Ja. In zijn geval doen we dat. Ja, ik doe wel gewoon vertaling. Ik heb een smartwatch met rubberen band. Kop 2, ik gebruik tijdens sporten. Kop 3, ontdek jouw voordelen. En bij de beschrijving heb ik maximaliseer je prestaties en prioritize je gezondheid. En op de beschrijvingsregel 2 van benut alle Mont Blanc apps die samen met het lichte gewicht de ideale smartwatch vormen. En bij pad 1 heb ik smartwatches, pad 2 de Summit Live. Nice, nice. Iemand anders die een creatieve uitspatting wil delen. Maar inderdaad, verder een goede. Er kwam een unique selling point in terug. En bijvoeglijk naamwoorden heb je gebruikt. Dat is altijd goed. Junior. Ah, ik doe wel, jongens. Volgens mij sta jij te trappelen. Ja, ik doe wel, jongens. Ik heb als eerst Summit Light. Of wij hadden eerst. Ja, heel goed. Als tweede was Mont Blanc. Mont Blanc. Eigenlijk zou ik het ook pronunciëren. Als derde, Outdoor Smartwatch. Beschrijvingsregel. Are you smart? And can't you buy time? Buy a smartwatch. Mont Blanc Summit Light. Tweede beschrijvingsregel, with aerodynamic design made out of the rocks from the summit.
Oh, heeft iemand hier al een tip voor? Want ik hoor hele goede dingen, maar wel echt één goed verbeterpunt. Okay. Oh, voordat we op de paden overgaan. Ja. Iemand? Het is te veel beschrijvend om niet echt een soort van call to action te doen. Nou ja, dat is het dus. Ik hoorde wel een call to action. Maar, ja, die hoorde ik op het eind van beschrijvingsregel 1. Ik zei beschrijvingsregel 1 en 2 omdraaien. Ah. Eerder je die beschrijving doen. Daarna op het eind pas. Reclame doen. Zou je zo in kunnen spelen. En weet je als paden? Of als smartwatch en outdoor. Van, Nou, geniaal. Ja, dat is precies waar het om gaat. Ja. Nog iemand die denkt van, nou, ik heb echt nog iets heel anders dan wat we net besproken hebben en die moet ik even delen, want dat is echt een top. Precies net als je. Oké, dan gaan we naar het tweede onderdeel. Effectief een account opzetten. We zitten in het Hello Rider account en we gaan nu doen alsof er twee nieuwe campagnes komen. Eentje voor driewielers en eentje voor mountainbikes. Vandaar de plaatjes. En we gaan ze... We gaan ze, zoals je ziet in het Hello Rider-account, is het nu allemaal gericht op leenfietsen, normale fietsen. Er wordt niet iets over mountainbikes gezegd, er over driewielers. Maar ze specificeren wel op plaatsnaam voor steden. Of als je in een bepaalde stad op zoek bent naar zo'n fiets die je wil huren of leasen. Wij gaan het nu ook accounts aanmaken voor deze drie dorpen. Voor Geldrop, Gasselterboer, Veen, Schemond en Berg Ambacht. Ja, ik zie wel een kans voor jou. De bedoeling van deze opdracht is dat je dit effectief opzet. Dit kun je heel snel doen namelijk. Ik ga het ook laten zien. Heel kort wat het idee is. En dan ben ik benieuwd wie je daarna het snelst kan opzetten. Wat is het idee? Je gaat een advertentie aanmaken. Die kun je al kopiëren van een andere. Dus je pakt een goede ad hier. Nou, kun je kopiëren, rechtermuisknop, kopiëren. Nou, zo weet. Je kunt een campagne aanmaken. Een nieuwe campagne. Dus dan gaan we naar campagnes. Nieuw. Links op campagne zetten, hier een nieuwe campagne. En die noemen we bijvoorbeeld Berg Ambacht. En vervolgens noemen we hem driewieler. Of gewoon driewielers. In die campagne kun je nu meerdere advertentiegroepen maken. Eén voor Berg Ambacht, eentje voor Geldrop, etc. Als je één goede advertentiegroep hebt, één goede, met maar één goede ad, hoef je maar één ad te schrijven voor die advertentiegroep, dan kun je in één keer kun je er 6 maken, heel snel. Kijken wie dat het snelst kan. Advertentie maak je, die zich richt bijvoorbeeld op driewieler, Berg Ambacht. En dan kijken of we daar kunnen kopiëren en plakken. Zodat we uiteindelijk 2 campagnes hebben. Met daarin in totaal 6 advertentiegroepen, allebei de campagnes 3. En zo heel snel 6 verschillende campagnes opgezet. Waar je idealiter ook eigen zoekwoorden aan gaat geven natuurlijk. Want dan geef je de advertentiegroep die over driewielers Berg Ambacht gaat, geef je het support driewielen huren Berg Ambacht. Degene die over mountainbikes in Geldrop gaat, die geef je het naampje mountainbike Geldrop huren. Gaan we aan de slag gaan. Als iemand sneller klaar is dan mij, dan laat ik het maar weten. Want we gaan er daarna kijken. Uitdaging. Oké. Berg Ambacht. Driewielers Berg Ambacht. Advertentie. Ik pak dus een advertentie, een uitgebreide pak ik, die al bestaat. Kopieer ik. Dat zet ik in een nieuwe advertentiegroep. Pak. Heb ik een mooie naam. Driewieler. Wieler, Lise, Berg Ambacht. Binnen no time geregeld. Nou, welke ik zoek, blablabla. Welke e-bike maak ik driewieler van? Welke driewieler je ook zoekt? Fiets in Berg Ambacht.
Die ene plaatsnaam wordt wel even een probleempje. Die past niet overal. Driewieler. Maar dat is goed, dan ga je daarover nadenken gelijk. Dat ga ik gelijk goed toepassen. Gasjelte Boer Veenschimmel. Want... Ja, was goed, goed bezig. Uh-oh. Ik zou zeggen, noem eens een rugblad. Zo. Wat dan? Waarom begin ik met deze? Ja, dat vind ik wel een beetje zo. De eerste plaatsnaam die het langst is. Als je op zo'n manier gaat denken, een accountstructuur opzetten, waarin je dus het kopieer vlak systeem gaat gebruiken, dan wil je niet met een heel korte naam beginnen en dat je daarna ineens het woord wil vervangen en dat niet meer past omdat je een heel lang woord wil plakken. Nu begin ik lang, ga het later korten. Nou, nu doen we even een goed zoekwoordje erin. Zo, dus. Driewieler. Die is. Hetzelfde voor. Wat heb ik weer? Veenschermond. Nu hebben we hem. Dan pakken we deze. Advertentiegroep. Dan op advertentiegroep klikken. Kopiëren. Plakken. Noemen ze deze nu. Oh, wacht, die moet juist Gasselte Boer. Gasselte Boer. Ik noem hem gewoon even zo. Het is een advertentiegroep. Dus dat ziet niemand die uiteindelijk aan het zoeken is. Maar je kunt dan in deze advertentiegroep, die Gasselte Boer, kun je nu het zoekwoord tekst vervangen. Pak weer die. Gasselte Boer. In de berg ambacht variant. Tekst vervangen. Die tekst en dat wordt nu ambacht. Oké, dat willen we voor het zoekwoord. Zoekwoord vervangen. Dan gaan we daarna naar de advertentie. Uitgebreide tekstadvertentie. Tekst vervangen. Kop 1, kop 2, kop 3. En de beschrijvingsregels. Boef zijn mond wordt weer berg ambacht. Is nu hier vervangen allemaal. Ik zag daar dat hier nog goed vond. Nou, Gasselte Boer. Gasselte Boer, prachtig. Dus dit is hem. En die kun je nou gewoon nog een keer kopiëren, die advertentiegroep. Nou, dit zou je dan dus ook doen. Weer voor die, wat was het? Die plaats met geld erop. En het mooie is dan, als je nu deze campagne hebt en je hebt het goed ingesteld, je gaat eerst alle advertentiegroepen goed maken. Dus eigenlijk zou je nu ook geld erop doen. Want als je dat goed hebt, is het maar één keer kopiëren. Plakken, nieuwe campagne. Maar deze campagne wordt mountainbikes. Ga je op de mountainbikes klikken. En dan pak je in één keer. Nu zijn er twee advertenties. Maar stel je hebt dit voor meerdere plaatsnamen gedaan. Kun je in één keer al die advertenties. Kun je van driewielers. Mountainbikes maken. En dan heb je nu dus. Een advertentiegroep. Voor bergambacht. Mountainbikes. Driewieler. Oh, driewieler moet ook nog. Ik heb nu mountainbikes en driewieler. Dan moet ook dit. Driewieler, mountainbike. Ja. En nu? Kijken, ga je even checken. Ja, klopt. Je hebt een foutje in driewieler. Op één. Dat is hier toch aan de hand. Zou ik het woord driewieler niet meer goed zijn? Nee, ik weet het wel. Tekst vervangen. Pad 1, pad 2. En driewieler had ik net met 1 i geschreven, inderdaad. Ja, zien we weer. Dit moet je niet te snel doen, dan gaan we dingetjes fout. Ja. Nu hebben we overal dan mountainbike. Dit is even kort het idee, ja, waardoor je snel campagnes kan aanmaken. En dan kun je hem daarna ook weer voor een hele andere plaats namaken. Voor een andere soort fiets. Kun je de mountainbike ook weer kopiëren, nou, et cetera.
Dat is een account opzetten. Snel één advertentie eigenlijk omzetten naar heel veel verschillende advertenties. Gaan we het over budget en ROAS hebben? Mag ik nog een vraag stellen? Ja, zeker. Als het gaat met plaatsnamen, hè, is het dan slim om al de plaatsnamen te nemen? Of zou je ook een regio kunnen nemen? Wat is slimmer? Ik zou... kijk, je kunt natuurlijk op elke plaatsnaam van Nederland zou je dit voor kunnen doen. Als je het heel relevant wil laten lijken, jouw advertentie. Ja. Maar het gaat er wel om, in dit geval, dat je echt een service echt aanbiedt in die plaatsen. En met dit fietsbedrijf, die had in bepaalde plaatsen dat ze deze service aanboden. Dus dan heb je voor die plaatsen, is het waard om een aparte advertentie te maken. Ja. Waar je vervolgens op zou kunnen targeten, is inderdaad dat je zegt... Stel je zou echt een geld erop deze fietsen leasen, dan zou je als plek waar je dit op target, bijvoorbeeld 10 kilometer om geld erop heen kunnen doen. En dat je ervan maakt regio geld erop. Dat je dus zegt van, nou, wil je fietsen huren in regio geld erop. Ja. Zou je dat kunnen zeggen, je kijkt naar een plekje dat naast geld erop ligt, Mierlo bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat je dan ook adverteert op fiets huren Mierlo. En dat je dan in de advertentie zet, in de regio Mierlo. En dan daaronder geld erop. Dus je hebt wel gelijk gezegd, het is in geld erop. Maar regio Mierlo. Dus zo kun je zelfs op plaatsen adverteren die ernaast liggen. Oké. Ik ging hier een beetje snel doorheen. Maar ik hoop dat het idee in ieder geval duidelijk is. Dat je met kopiëren plakken in de Ads Editor heel makkelijk dit kunt doen. Want daar is dit gewoon perfect voor. En vooral het handige hiervan is, we hebben nu één advertentie gemaakt per advertentiegroep. Als jij gewoon één goede advertentiegroep maakt met misschien 5 advertenties, dan moet je wel echt even nadenken over 5 advertenties. Vervolgens kun je wel in al die advertenties tegelijk elke keer één woordje aanpassen. Met 1 druk op de knop. Als je tenminste het woord drie goed spelt. Dan kan het als het goed is met in 1 keer. Dus dan kan je het heel snel doen. We gaan nu even hebben over budget en ROAS bepalen. Want het kan, dat de klant aan jou vraagt, nou, wil je hier een campagne voor maken en kun jij het mij, hoeveel budget zou je daarvoor aanraden? Dat kan een vraag zijn. Het kan ook andersom zijn, dat jij wil weten wat het budget voor campagne moet zijn. Dat je vraagt hoeveel budget heb je. Sommige campagnes zijn zulke brede zoekwoorden. Dus bijvoorbeeld het idee dat je heel breed gaat adverteren. Maar dat jij denkt van, kan ik me wel... heel veel mee doen. Er is genoeg verkeer. Maar hoeveel budget heb jij als klant zijn? Nou, wij heeft dus mee te maken hoeveel er beschikbaar is, ten eerste. Gedeelde budgetten kunnen een oplossing zijn als er heel weinig budget beschikbaar is en iemand wil enorm veel campagnes hebben. Dan zou je kunnen zeggen, nou, ik ga instellen in Google Ads. Deze campagnes samen een gedeeld budget krijgen. Zeg maar wat, stel je hebt echt een kleine klant die met 3 euro per dag heeft. 20 campagnes wil hebben, dan doe je dus gedeeld budget. Zoekwoordplanner, die kun je ook gebruiken. En die ga ik ga ik even laten zien. Gaan we voor de zoekwoordplanner mogen jullie gebruiken. Ik wil kijken voor die mountainbike. Stel, we gaan echt een mountainbike campagne maken. En dan kun je hier in de zoekwoordplanner, en dat is... Ik heb nu een firmajuwelen, maar dan gaan we eventjes naar Hello Rider. Dat zijn dezelfde inloggegevens trouwens, dus die moet ik weer even op het scherm laten zien. Sorry? Dan moet je naar Google Ads doen. Ja, Google Ads, dit is echt in de browser. Ik moet hier niet meer een kartje stellen, wacht even. Ik ga laten zien waar je mag gaan kijken. Als je het via een ander account kan doen, is het ook prima. We gaan het zoekwoordenonderzoek doen, even kort. En dat doe je door hierboven naar Tools te gaan en dan naar Zoekwoordplanner. En dan een nieuwe zoekwoorden ontdekken. Nou. Gaan we naar mountainbike kijken. En we doen nu voor hellorider.nl. Oh, en we maken trouwens
een mountainbike bike leasen van. Resultaten ophalen. Waarom ik dit wil laten zien is om, als je geen idee hebt voor wat voor budget je nou aan de slag kunt gaan, dan kan dit een uitkomst zijn. Dan kun je ook nog meerdere, dus mountainbike huren, kan je ook nog toevoegen, woorden die erop lijken. Maar stel je zou alleen op dit zoekwoord nu gaan adverteren, dan kun je in ieder geval zien hoeveel zoekopdrachten er gemiddeld maandelijks zijn. Het zijn 140. Je ziet ook wat het bod is bovenaan de pagina. En je ziet ook wat het bod is voor... zeg maar in met hoog bereik bovenaan de pagina. Voor als ze hoog bereik wil hebben. Ergens hier tussenin zou dus jouw CPC gemiddeld liggen. Waarvoor je bijvoorbeeld wil gaan. Wat is de definitie van laag en hoog bereik? Ja, bod voor bovenaan de pagina laag bereik toont het lagere bereik van wat adverteerders in het verleden hebben betaald als bod voor bovenaan de pagina van een zoekwoord. Dus ja, dit is wanneer er weinig mensen aan het zoeken zijn. Of wanneer de concurrentie laag is, dan is dit het. En dit is het in een hoog geval. Dus je zou kunnen zeggen dat ergens hier tussen ligt. 50 cent bijvoorbeeld. 140 zoekopdrachten. 50 cent keer 140. Ze kunnen zeggen, nou, die 70 euro, dat kan ik best wel, dat zou ik wel kunnen halen, bijvoorbeeld hiervoor, per maand. Nou, en is het helemaal niet gek om dan aan het begin te zeggen, want ik ga nu net een nieuwe campagne opzetten. Ik wil optimaliseren, dus ik ga niet gelijk hoog beginnen. Van, nou, dan pak ik de helft daarvan, 35 euro. Daar begin ik mee voor deze campagne. Ga ik hem, wanneer die live staat, optimaliseren. En dan zeg je al van tevoren, gaan we langzaam naar de 70 toe, als het goed loopt. Dus dat is een manier hoe je dit kan aanpakken als je niet al een budget krijgt. Ben je van plan om meerdere zoekwoorden toe te voegen aan een campagne? Kun je die hier ook allemaal ingooien. Dus dan kun je erbij voegen. Dat valt ons nog over te zeggen. En als jullie naar dit linkje gaan, ja, en die moet het voor iedereen gewoon doen, dan kom je op een sheetje uit. tinyurl.com/smga3. Ja hoor, dit is hem. Dit is hem. Deze. Mag je even kopiëren en een tapje maken met je eigen naam, zodat we niet allemaal hetzelfde tapje aan het werk zijn. En dit is eigenlijk even een rekensommetje, maar wel goed voor de ROAS. Ik ben benieuwd hoe jullie dit aanpakken. Dus, Max die wil graag raceauto's verkopen. Maar het is nog een duur product, kun je niet in je winkelwagentje gooien. Dus er zijn softconversies bedacht. Een whitepaper download en een belverzoek. Ik heb hier staan wat in januari een aantal conversies waren hiervoor. Ook wat het conversieratio was. En wat de kosten zijn geweest. En dus mijn vraag aan jullie. Ja, oh, en ik heb hier ook elke... ja, het is een hele goedkope raceauto's dit. De gemiddelde orderwaarde. Dus dit is allemaal één conversie. Dit is één conversie, dit is één conversie, dit één, dit één, dit één. Ik ben benieuwd, ga eens een rekensommetje doen. Ik wil nu wel eens weten wat de ROAS van nu is in januari. Wat het geweest is. Op basis van deze data. Ik zeg alleen, wat is de huidige ROAS? Oh, dat is toch een conversie. De huidige ROAS... Nou ja, ik bedoel eigenlijk, ja, per conversie bedoel ik mee. Ik wil weten wat hier de ROAS van is. Van de whitepapers en van de Belgen. Ik moet zeggen, namelijk de ROAS, de echte ROAS over het hele ding is natuurlijk makkelijk. Ja, dit zijn de kosten. Dit zijn de kosten. En dit in totaal is wat het heeft opgeleverd.
iemand die een poging wil wagen, die ons wil mee laten gaan in zijn of haar gedachtegang. Het is namelijk minder moeilijk dan je zou denken. Want wat hebben we nou nodig voor een ROAS? Noem eens twee dingen. Cosmo Bank. Nou, we gaan naar de whitepapers kijken. Wat zijn de kosten? Die hebben we hier. Nou, wat zijn de opbrengsten? Dat is die totaalsom. Ja, maar je weet niet waar dit waar naar behoort. Een gemiddelde orderwaarde. Nou, je kunt een gemiddelde orderwaarde pakken, dat is een hele goede. Dus dat gaan we eerst berekenen. Is gemiddelde. Nou, dan pakken we die. Dit is de gemiddelde orderwaarde. Hoeveel orders hadden we? 30. Dat doen we. Keer 33. Dit zijn de opbrengsten. Nou, dit zijn de kosten. Het is return on ad spend. Dus return, wat heb je teruggekregen, is die. Gedeeld door de ad spend. Dat is die. Dit is de ROAS. 4,7. En zo kun je dus ook hier zeggen. Je deze formule kopieert. Woep. En dan maken we er nu van. Gemiddelde keer 50. En dan weer is return. Gedeeld door ad spend. Dus dit zijn de twee ROAS'jes. Wat klaar maken. Wat voor waardeoordeel geef je daaraan? Ik vind dit een mooie ROAS. Ja, want ik weet dat Max bijvoorbeeld zijn karts best wel voor een goede prijs inkoopt. En vaak, hè, zonder geintjes, is natuurlijk zo'n inkoopwaarde die. Nou, misschien in een hoog geval 50% van wat het oplevert. De helft. Maar dat is al heel veel. Vaak is het 10% of zo. 20%. 30%. Maar goed, dit lijkt mij een hele goede. Als je 4 keer zoveel terugkrijgt. Of eigenlijk bijna 5 keer zoveel als het gekost heeft. Nou, dan lijkt het me. Je hebt sowieso winst. En ik denk ook wel dat je die inkoopkosten, dat er dan prima, ook gaat dat er ook af, dat je dan eens nog prima winst maakt. Vaak is een ROAS van 3 wel goed al. Dat hangt er net vanaf. Nee, hebben we nu nog een vraag aan jullie? Ja, die is leuk. Want, conversiewaarde. En daar bedoel ik mee, wat voor waardes wil ik toekennen aan deze conversies. Dit is een tussenconversie. Dit is een echte conversie. €76. Uiteindelijk bestellen mensen hier naar aanleiding van een belverzoek. Of naar aanleiding van een whitepaper. Dus een whitepaper download is niet €76 waard. Ook niet 89, want het is maar 34% van degene die een whitepaper download die uiteindelijk echt iets koopt. Ik klap nu eigenlijk al een beetje hoe je moet denken. Dus bereken maar eens, wat zijn nou de conversiewaardes? Moeten we hier nou aan toekennen? Want dat wil je natuurlijk heel graag in Google Ads bij dit soort soft conversions. Bij een whitepaper komt er geen geld binnen. Mijn belverzoek ook niet. Maar we hebben wel nu die secret information van de mensen die contact opnemen en die uiteindelijk iets kopen, wat daar de orderwaardes van zijn. Daardoor kunnen we indirect hier een waarde aan toekennen. En daar kunnen we weer op sturen. Want dan kunnen we goed een target ROAS instellen in Google Ads. We willen kunnen sturen. We willen weten wat vinden wij een conversie waard. Hoe bereken je dat? Iemand die zegt, ik durf het aan. Ik wil een poging wagen. Max? Max, durf je een poging te wagen? Ik kan wel een poging wagen. Graag. Zeg maar wat ik moet doen. Ik doe die op het scherm. Nou, we pakken weer die gemiddelde, zeg je. Gemiddelde. Dit is een gemiddelde orderwaarde. Ja. Keer. Dus 0,34. Met de genie. Dit is het. Dit is het. Dus zo makkelijk is het. Je kunt dus van een subdoel, en ja, het uiteindelijke doel is dit. Het is een subdoel. En je weet, de mensen die dit doel bereiken, daarvan 34%
bereik dit doel. En dan weet je dus, eigenlijk is zo'n conversie €25 waard. Dat is wat één zo'n conversie oplevert. Niet elke keer, want niet elke keer koopt er iemand. Maar als je 3 keer deze conversie hebt, dan in principe 1 keer iemand het doen. Dus je hebt 3 keer 25, nou, dan kom je ongeveer 75. Klopt wel. Dus zo bereken je dat. Waarvoor is dit belangrijk? Nou, ik ga bijvoorbeeld ook met deze doen. Heel goed, target voor alles. Waarvoor is het belangrijk? Jij zegt het. Kijk, dit is een am. Dus je ziet nu eigenlijk, hey, belverzoek heeft meer gekost. Oké, maar het is ook meer waard. Dus je weet, deze is meer waard. Hier mag meer geld naartoe gaan ook. Dus je hebt meerdere soft conversions die je nu ten opzichte van elkaar waardes meegeeft, waardoor je weet, oh, dit mag iets meer kosten, dit wat minder. En Amir zegt het net al, target ROAS. Dus jij moet instellen wat jouw ROAS is waarvoor je wilt targeten. Dan weet Google Ads niet. Kijk, Google Ads die kan alleen hier wat mee. Van, oké, dit is wat er echt binnenkomt. Maar als dit jouw targets zijn die je instelt, en dit is het enige wat je hebt, ja, dan moet je wel zeggen wat ze waard zijn. Want hier komt geen geld op binnen. Dus dan zeg je maar, nee, als iemand dit behaalt, dan komt dit binnen. Als iemand dit behaalt, komt dat binnen. En dan kan Google Ads ermee rekenen. Zou ik je even in de reden mogen vallen? Ik heb een vraagje. Ja, dat mag. Toevallig heb ik ook een lead-campagne waar ik nu mee bezig ben. En wat zou jij, want we behandelen nu een target ROAS, maar je hebt natuurlijk ook een andere slimme bid-strategie en dat is target CPA. Dat zeg ik correct, toch? Dat zeg jij zeer correct. En toevallig ja, dat je ook een lead-campagne hebt. Voor een lead-campagne is CPA wel perfect. Waarom? Dat is perfect als ze dus niet goed die dit soort berekeningen kunnen maken. Als jij dit niet hebt, dan kun je nooit weten wat nou zo'n tussendoel waard is. Als jij niet weet wat zo'n tussendoel oplevert, dan kun je alleen maar afspraken maken over dit mag het kosten. Dus dit mag zo'n doel kosten. Kost per acquisition. Ja, mijn hamvraag is dan, vind jij het een grote prioriteit om dan wel die ROAS uit te rekenen en dan te sturen op target ROAS? Of ja, zeg je, nee, jullie kunnen wel blijven op target CPA? ROAS vind ik altijd beter. Maar dat is, kijk, CPA, dan wordt er vaak uit gevoel wordt er gedacht van, oh, dit mag het kosten. Zo'n conversie. Dit mag het kosten, vinden we. Ja, doe maar dat. Het liefst wil je gewoon echt op basis van data dat. Je wil niet dat ze dat maar gezegd hebben tegen je omdat het een gevoel is. Dus wil je weten, nee, wat levert het op? Dan weet je of die verhouding goed is en of het niet eigenlijk meer mag kosten. Natuurlijk, je kan er precies hetzelfde mee. Alleen voor jou, ik het zeggen, het is dat zij het weten wat het oplevert. Dat ze dat misschien niet willen delen, oké, prima. Maar voor jou mist er informatie bij een CPA. Dus je weet wat het mag kosten, maar niet wat het oplevert. Dus je weet ook niet wat de ROAS eigenlijk is. Dus ja, ik snap hem. Dus in het kader van optimaliseren is het jammer. Ja. Ja, zeker. Duidelijk. Ja. Dankjewel. Ja, geen probleem. Oké. Dan, ik zag op LinkedIn dat Jari werk zocht. Dus, en ik... Hij is schijnbaar nog niet druk genoeg. Ja, we zijn nog steeds op. Dus ik dacht, ik denk even met hem mee. Wat is nou een goede business? Dacht ik, laten we in de zonnebrillen gaan. Ja. Dat zou wel leuk zijn. Ik wil even één zo'n oefeningetje doen. Stel, ik zeg, ja, ik heb deze zonnebrillen. Voor €12 per stuk wil ik ze verkopen. Maar kijk eens, ik koop ze in voor €4 via AliExpress. Oké, okay. Ga ervan uit dat we de 100 verkopen in een maand. En Jari, die is soepel. Hè? Nou, hij is hier vaak soepel met zijn factuurtjes. Dus hij hoeft er maar €400 voor te hebben. Wat is nu de ROAS? Wat is de ROAS waar we op moeten sturen? Om winstgevend te zijn, op zijn minst. Wat is de minimale ROAS? De return on ad spend die we moeten hebben om niet verlies te draaien. Onthoud dus wat voor kosten we hier hebben. De kosten van de inkoop, maar ook de kosten van jaarlijks factuur.
Dit is, we rekenen nergens btw mee. Ja. Dus gewoon 4 euro, 12 euro, 400 euro. Julian misschien? Ik heb denk ik Alex niet ontdekt, maar ik heb gewoon 1200 als opbrengsten, als kosten heb ik gewoon die 100 keer 4 gedaan, plus de factuur van 400. En dat heb ik gewoon verdeeld, opbrengsten tot de kosten. Dus dan kom ik op een minimale ROAS van 1,5. Ik ga even met je mee. Het begin is goed in ieder geval. Dus je hebt inderdaad, wat heb je allemaal als kosten? Nou, je hebt als kosten heb je 400. Plus de inkoopkosten. Wat heb je nog meer? Nog een keer 400. Dat is het factuurtje. Nou, wat hebben we als opbrengsten? Dus we hadden 400, hè? Dat is 4 keer 100. Dat is de inkoopkosten. Als opbrengst hebben we 12 keer 100, dus 1200. Maar dit was ook een inkoopkosten die we nog hadden, die 400. Dus wat hebben we? We hebben nu een verhouding van 2 staat op 3. Dus dit komt erop neer dat mijn advertenties, nu, dit is al 800 samen, dat die advertenties max 400 mogen zijn, de kosten. Max 400. Want als het meer dan 400 is, dan gaan we verlies draaien. Het mag max 400 zijn van de 1200 opbrengsten. Komt bij ROAS van 3. ROAS moet 3 zijn. Dat is de minimale ROAS waar je stuurt. En je wilt het sturen op het minimale. Want je gaat dan voor hogere ROAS. En die hoop je ook echt wel te halen. Maar je gaat je ROAS laag instellen. Dat is altijd best. Als je een hogere ROAS instelt, kan ik zeggen van, hé, je wil een ROAS van 6. Dat is veiliger. In principe maak je met die 3 al winst. Dus nu maak je er 3,5 van. Dan maak je echt winst. Maar niet op een ROAS van 6 sturen, want dan is je bereik gewoon veel kleiner. Het is moeilijker om een ROAS van 6,5 te halen. Dus dan heb je uiteindelijk minder inkomsten. Dus natuurlijk is een hogere ROAS beter. Maar voor het sturen, het instellen, is het beter om op de minimale ROAS te sturen. Nou, dat was even een rekensommetje met Jari. Ik heb een nieuwe profielfoto. Ik zou hem de hele tijd zo laten gaan, die profielfoto. Ja, dat is een gifje. Een ad-kaart optimaliseren. Dan gaan we dat punt nog behandelen. We hebben nu in vogelvlucht Google Ads doorgenomen en dingen waar je naar kan kijken. Je kan naar de ROAS kijken, je kan naar de kwaliteitsscore kijken. Je kan naar de zoektermen kijken, je kan budgetten schuiven. Ik wil even in de praktijk een paar dingen daarvan laten zien. Van waar je daar nou naar kijkt, hoe je dat nou vindt in Google Ads. En ook weer een stukje uitvoeren dan. We gaan eens kijken als eerst naar ROAS. Hoe ga je nou optimaliseren op ROAS? Dat doe je als volgt. Je hebt een account. En in dit geval gaan we eens even naar firma Juwelen. En je hebt een ROAS dus bedacht. Aan de hand van die rekensom. Want je weet wat je kosten zijn. Je weet wat een conversie dus mag kosten. En wat je ROAS is. Dus je hebt een ROAS bedacht. Je account wil je daarop verbeteren. Dan kun je gaan naar de non-branded campagnes. Branded campagnes, die doen het goed op ROAS. Moet je ook als een andere campagne zien. Je wilt het optimaliseren op de non-branded. Dan ga je naar kijken. En daar kun je allerlei leuke filters voor aanmaken. Dus dan kijken naar de zoekwoorden. Maar alleen van de campagnes. Campagne naam. Niet de branded, bevat geen branded. Hebben we daar nog campagnes over? Nee, want we hebben natuurlijk heel veel non-branded. Oké. Staat er in de naam. Ah, conversie is meer dan 0, die staat aan. Dat past er niet bij. Dus campagne naam. Firenaam bevat geen branded. Kijken naar een non-branded. Degene die een lagere ROAS hebben, sowieso. Dus waar gevaar kan ontstaan. Heel veel campagnes hier hebben überhaupt geen conversies. Dat is voor straks een optimalisatie voor de account die we ook gaan bespreken. Maar we gaan ervan uitstellen, dit is een heel levendig account. Waar heel veel gebeurt.
dan ga je nu op de conversiewaarde gedeeld door de kosten ga je kijken. Waarom zeg ik dat? Omdat dat eigenlijk dus is de ROAS, conversiewaarde, return, gedeeld door de ad spend, de kosten. Ik als eerste degene bekijken die zeer dramatisch zijn, dus die lager dan 1 scoren. Maar, als iets maar 10 keer een view heeft gehad en dan geen conversie heeft, dan is het op zich niet raar. En dat heeft dus ook helemaal niks gekost, zowat. Dus je wil wel dat er veel data is. Dus je wil wel dat er een beetje data is in die tijd. Dus dan zeg je, ik wil wel dat er bijvoorbeeld de weergave, voordat ik het mee ga nemen. Ook alweer. Weer. Vertoningen. Heel goed. Vertoningen. Ja, die moet ik wel, moeten meer dan 100 zijn. Dan pas zeggen we van, hier kunnen we wat nuttigs over zeggen. Nou, dit zijn dus eigenlijk allemaal zoekwoorden die best wel wat vertoningen hebben. Ook weer niet verschrikkelijk, maar veel, maar in ieder geval allemaal meer dan 100. En toch hebben ze een conversiewaarde die kleiner dan 1 is. En vind ik het wel zo interessant om, een ROAS bedoel ik kleiner dan 1, vind ik het ook wel weer zo interessant om te zeggen, weet je wat, er moet wel, een ROAS moet wel ook wel weer groter zijn dan 0.1. Waarom? Als de ROAS 0 is, dan kun je er ook nog niet zoveel over zeggen. Dus nu laat je wel zien als het überhaupt een keer een conversie gehad heeft. Ja, dat is eigenlijk de conclusie. Oh. 0,1. Zo. Je ziet het, dit is een heel levendig account. die vind ik nu wel laat. Die vind ik hier niet. Maar het komt neer dat je nu in principe een goede selectie zoekwoorden zou hebben dan. Waarvan je weet, die doen het slecht. Ze hebben een ROAS lager dan 1. Ze hebben wel genoeg data. Daar komt het op neer. Dan kun je die dus in 1 keer kunnen van zeggen. Of ik ga het bot omlaag gooien. Die doe ik nu omlaag met zoveel procent. Of ik zet gewoon een pauze. Ze doen toch niks. Vooral als het echt genoeg vertoningen heeft. Of kliks. Nog meer dan 100. Dit is maar een klein accountje. Dan zou je gewoon moeten zeggen. Weet je, weg ermee. Die zoekwoorden doen het gewoon niet goed. Dat is hoe je dus kunt optimaliseren, onder andere op ROAS. Los van alle standaard dingen van, je wilt de aantal conversies verhogen, dus ik ga de landingspagina's beter maken. Ik ga proberen te zorgen dat er geen winkelverlaters zijn, et cetera. Dit is een manier. Aan de andere kant kun je ook kijken, dat is het tegenovergestelde, naar welke doen het juist goed. Welke hebben bijvoorbeeld een ROAS die groter is dan 5. Dat is fantastisch. Die zullen waarschijnlijk ook niet. Juwelierhuizen, juwelier. Dan ga je kijken naar. Dit zou een hele lijst zijn. Van wat is hier. Vertoningspercentage voor zoeken. Vertoningspercentage in het zoeknetwerk. Als deze 100 is. Wordt je in alle gevallen. Dat dit zoekwoord vertoond zou kunnen worden. Ook echt vertoond. Als het lager dan 100 is. Wordt je niet altijd vertoond. Dat kan om meerdere redenen zijn. Het kan of omdat je te laag biedt, of omdat je budget er al doorheen is voor die dag, dat je heel laag budget hebt, dat je wordt niet de hele dag vertoond. Omdat anderen meer bieden. Dat zie je ook, dat kun je ook weer allemaal inzien met de kolommen. Dan kun je ook instellen van wat de reden is. Dat ze hier bijvoorbeeld percentage verloren vertoningen door de positie. Dat is 62%. En dan heb je ook nog percentage verloren vertoningen door het budget, is altijd dit, samen met die 2 verloren, is altijd 100. En die andere verloren staat, ook percentage verloren vertoningen. Die kun je niet bij supporten. Oh ja, dat kan alleen op assistentiegroep niveau. Het leuke is, dat kun je dus wel berekenen gewoon. Want je doet 100% min 23, min 62, weet je dat nog. In ieder geval, het komt op neer hier, de kern van het verhaal, het heeft een hoge ROAS, maar Je hebt nog te winnen, vertoningspercentage voor zoeken. Stel, je hebt een hele lijst met zoekwoorden hier, die allemaal hoge ROAS hebben. Dan is het goed om weer een filtertje te maken en om te zeggen, percentage, vertoning, verloren vertoningspercentage voor zoeken, die moet bijvoorbeeld kleiner dan 95 zijn. Dan zou je die 2 dus pakken, want die zijn lager dan 95. En weet je eigenlijk,
hier willen we meer budget naartoe laten gaan. Als dit budget hier wordt inbeperkt, terwijl dit een goede ROAS heeft, een ROAS van meer dan 5, moeten we hier meer budget naartoe laten gaan. Ofwel door de CPC juist op te hogen, eerst gingen we hem verlagen, nu zeggen we een kost mag meer, klik mag meer kosten. Dat gaan we nu ophogen. Het kan ook zijn dat hij in een campagne staat, die gewoon een, ja, 5 euro per dag heeft, of te weinig. Dat hij daarom niet, dan wordt hij beperkt door het budget van de campagne. Dus dat zijn twee manieren waarop je, als die beperkt wordt door het budget, en niet tegen 100% vertoning aan is, hoe je dan toch voor kan zorgen dat je het wel heeft. En dat wil je ook. Dit is een goede ROAS, laag vertoningspercentage verzoeken. Hij wordt nu in 23% van de gevallen vertoond. Stel je voor dat hij in 95% van de gevallen vertoond wordt. Bijna 3 tot 4 keer zoveel. Dat betekent dus 3 tot 4 keer zoveel inkomsten voor dat zoekwoord. En ja, kost misschien in verhouding ook weer wat meer, maar je hebt een hele goede ROAS. Desnoods ga je hierdoor iets breder, wordt je ROAS misschien iets lager. Is dan 5 meer dan 4,5. Dus nog veel meer inkomsten. En in verhouding is dat supergoed gewoon. Dat is op ROAS verbeteren. Hey Amir, vertel. Dankjewel. Sorry dat ik zo vervelend ben hoor. Nee, geen probleem. Ik zag bij conversiewaarde, zou je heel misschien even terug kunnen gaan naar de Google Ads. Ja? Als je naar rechts scrolt, is dat conversiewaarde toch? Dit is de conversiewaarde per kosten. Ja, dat is altijd een beetje gemeen hier. Je moet er echt een beetje overheen hoeveren en dan zie je wat je nou allemaal hier hebt staan daarboven. Nee, oké, excuus. Ja, ik dacht, waarom is die zo vreemd? Maar die conversiewaarde is in dit account, dat weet je waarschijnlijk gewoon uit je hoofd, in dit account is via de Merchant Center of zo, of via de feed, dat die producten zijn inge... Het is niet via een feed, maar het is wel een goede dat je het zegt, dat is bij shopping bijvoorbeeld zo. Maar dat komt binnen via de tracking. Dus je zet die tracking waar we het net over hadden, wat je bijvoorbeeld via de tag manager kan doen. Dan stel je een tag in op de website. En die geeft op het moment dat je afrekent, als je echt hebt afgerekend, een bedankpagina inkomt, dan geeft hij het bedrag door dat er is afgerekend. En dat stuurt hij naar Google Ads. En dat is dan de conversiewaarde die binnenkomt. Okay. Iemand heeft op juwelier gezocht en die keyword die je hier ziet, heeft dus zoveel conversiewaarde binnengehaald. Ja, ik weet niet of conversiewaarde er nu bij staat. Even kijken. Ah, nee, maakt niet uit. Het is wel duidelijk. Ja, dus als we dat zouden doen, we weten dat het allemaal een ROAS hoger dan 5. Dus als we nu zeggen van, nou, we gaan echt de conversiewaarde toevoegen. Die stond er, denk ik, dan op. Sorry? Conversiewaarde, eigenlijk alle conversiewaarden. Nee, we hebben geen conversiewaarde. Conversiewaarde en hadden ook de kosten staan. Hadden we die al? Ja, hier. Kosten, conversiewaarde. Ja, dan wil je zien dat conversiewaarde is 485. Dus waar de kosten 30. Dat die verhouding, die is dus 16. Dus dit keer 16 is dat. Top, oké, duidelijk. Dank je wel. Ja. Nou, dat is optimaliseren op ROAS. Je kunt natuurlijk ook optimaliseren op kwaliteitsscoren. Zelfde idee. Je kunt filtertjes maken. Dus je kunt kijken van, hey, filtertje, kwaliteitsscore die lager is dan 6. Dat vind ik niet goed. Die zoekwoorden ga ik aanpakken. Heb je weer een lijst, want je hebt gefilterd. En dan ga je vervolgens kijken, wat is de reden waarom die zo slecht doet. En ook om maar weer te laten zien, kolommetjes die zijn er in alle soorten en maten. En zo ook voor de kwaliteitsscore. Dus je kan zeggen, hey, ik wil advertentierelevantie en ervaring op landingspagina wil ik erin hebben staan. Nou, die staan hier al helemaal voorin. En dan kun je van de zoekwoorden die je hebt geselecteerd, kun je zien. Ik ga nou even niks selecteren. Dus even deze allemaal weg. Die labels. Zip. Zip. Oké. Okay. Weg. En dan kunnen we per zoekwoord zien. Dit is de kwaliteitsscore. En stel, er zit echt een slechte bij, de 6. Nou, wat is daar de oorzaak van? Nou, de advertentierelevantie is gemiddeld en ook de ervaring op de landingspagina is gemiddeld. Dus ik kan mijn advertentie beter maken, beter schrijven, meer het zoekwoord erin laten terugkomen. En de ervaring op de landingspagina, iets op SEO-gebied kijken, komt mijn advertentietekst wel overheen met die landingspagina.
Zo kun je soms op een account stuiten waar je ineens ziet van, oh, advertentierelevantie, scoort die echt laag op veel zoekwoorden. Of de ervaring op de landingspagina is echt laag. Dan weet je, oké, dit is een probleem. Mijn kwaliteitsscore beter wil maken, moet dat verbeteren. Zoektermen, dat is ook een hele goede om op te optimaliseren. Je gaat naar eigenlijk weer de zoekwoorden, dat is dus waarop je gevonden wil worden. Maar die kunnen soms breed getriggerd worden. En zoektermen is wat iemand dan echt heeft ingetypt. Dan kun je kijken, is alles wel nuttig wat daar staat? Dus Hamilton, ik kan me voorstellen dat je geen niet op Lewis Hamilton wil. Nou, ik zie hier bijvoorbeeld al racen en zo staan. Dit hebben dus mensen ingetikt en daar zijn de advertenties op getriggerd. En dit is dus vooral aan het begin wil je lekker zoekwoorden vangen. Maar op een gegeven moment, op die brede, ga je na het verloop van tijd wel zien dat je wat onzin zoektermen ertussen hebt staan. Nou, dan wil je die uitsluiten, zodat je daar niet meer op gevonden wordt. Dit wil je ook regelmatig updaten, toch? Ja. Hoe maak je een balans van zoekwoorden? Van breed en nauw en... Een balans? Je bedoelt van hoeveel zoekwoorden ik breed zou maken en hoeveel ik exact zou doen. Ja, want ja. Moet je vooral transactionele zoekwoorden gebruiken of middenbrede? Ja. Transactioneel en breed, het is niet per se een tegenovergestelde van elkaar. Dus je kunt ook zeggen van, ik heb het zoekwoord cola blikjes kopen en die zet ik breed in. En dan kun je dus ook getriggerd worden als iemand misschien zoekt op Fanta blikje kopen. Terwijl je dat niet wil. Dus dan heb je hem breed ingezet, terwijl wel transactioneel zoekwoord is. Ja. Maar hoe ik ze zou inzetten, in principe altijd exact. Het is heel raar als je een advertentieaccount zou hebben, waarin je allemaal brede zoekwoorden hebt en niet aan exacte zoekwoorden doet. Dat zou heel raar zijn. Dus exact heb je sowieso nodig, want je weet, dit is hetgeen wat ik verkoop. Dus als mensen dit zoeken, wil ik sowieso gevonden worden. En die brede, die doe je dan om, ook met die Hamilton, je ziet het, om misschien goede zoekwoorden te ontdekken. Misschien staan hier wel hele goede dingen bij. Ja. Waarvan ik denk, die moet ik toevoegen. Kijk, deze zijn dan al toegevoegd. Maar ook vast wel een paar die onzin zijn, zoals die met de races en zo. Dat moet dan uitgesloten worden. Ja. Maar uurwerk, ja, misschien vind ik dat wel echt een geweldige. Kan ik dan ook hier in de resultaten zien van, kijk, die loopt goed. Die ga ik dan toevoegen. Ja. In dit geval waren er geen klikken, dus geen kosten natuurlijk. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Dit is inderdaad, het geldt weer hetzelfde als wat ik eigenlijk ook net liet zien met die filters, met dat je een aantal vertoningen wil hebben voordat je wat van gaat zeggen. Eigenlijk hier ook, je wil niet alleen pas wat over zeggen, als er ook daadwerkelijk kliks zijn. Maar zelfs al is er een keer geen klik, één keer iemand het gezocht heeft en diegene klikt ook gelijk, zegt in principe ook nog geen eens wat. Als er 1000 keer gezocht is, 1000 keer dat zoekwoord dat hij daar vertoond is, en elke keer klikt er iemand op, dan heb je geen probleem. Maar als het één keertje gebeurd is, ja. Dus het hangt er altijd vanaf weer van hoe groot is de data hierachter. Ja. En is het wel een probleem? Want als niemand op klikt, dan is het nog geen probleem. Maar je zag net een goed zoekwoord. Wat doe je daar dan mee? Toevoegen als exact zoekwoord. Ja. En dan doe je dan het bod verhogen of iets anders? Nee, eigenlijk worden je kosten daardoor lager. Kijk, het liefst heb je eigenlijk een account. Brede zoekwoorden gebruik je mooi om op inspiratie te komen voor zoekwoorden, maar je kan er heel veel rotzooi mee binnenhalen. Dus jij heel goed weet wat je wil, waar je gevonden wil worden, heb je alleen maar exacte zoekwoorden nodig. Oh, word je dan eerder... Oké, dus dan omdat jij hem als exact hebt, overrule jij de mensen die als breed zouden kunnen hebben? Dat niet per se. Dat is echt niet zo. Maar het is wel gewoon zo dat als jij een account hebt vol met brede zoekwoorden, dan ga jij gewoon ook op dingen gevonden worden die niet zo relevant zijn. En als jij allemaal zoekwoorden weet van dit is relevant, daarom heb jij zelfs exact toegevoegd, dan weet je ook, stel je komt nu op een heel goed zoekwoord uit de zoektermen. Als je die exact toevoegt, word je alleen daar gevonden. Als ik die weer breed ga toevoegen, word ik veel te ver uit, word ik ook weer getriggerd door allerlei zoektermen die ik helemaal niet wil. Dus exact is altijd beter in die zin. Ik heb liever een account met 1000 exacte zoekwoorden
dan met 50 brede zoekwoorden, waar die 1000 exacte die zoektermen ook op getriggerd zouden kunnen worden, maar ook op heel veel onzin. Ja, ik ben heel pragmatisch. Als je heel misschien terug zou willen gaan naar de ads. Ja, de ads. Ja, jij zei net daar, Hamilton Uurwerk, die vond je tof, bijvoorbeeld. Nee, dat zou kunnen, maar dat maakt helemaal niet uit de data. Ja, laten we hypothetisch even alsof het tof zou zijn. Wat zou je er dan precies mee doen nu? Ik zou maar zeggen, toevoegen als zoekwoord en dan als exact zoekwoord toevoegen. Wat voor soort campagne zou dit dan zijn? Nou ja, dit is dan, hij werd breed getriggerd in deze campagne. En in deze campagne zou ik die dan goed vinden. Ik kan ook ineens denken van, wow, dit is geniaal, maar dit wil ik in een andere campagne doen, want in deze campagne past het niet. Dat kan natuurlijk ook. En dan ga je hem echt handmatig zelf toevoegen daar. Oh, dat is dus eigenlijk het principe van dat je dus een brede campagne kan hebben die zeg maar alles als een zwart gat naar zich toe trekt. Ja. En daaruit haal je allemaal mooie exacte die je weer toevoegt aan een andere campagne waar het bod misschien hoger is. Ja. Oké, top, dankjewel. Duidelijk. JS gebruikt een brede zoekwoorden, gebruikt dus vangnet. Om mooie bijvangst binnen te slepen. Die je niet hebt als jij alleen maar op één soort visje aan het vissen bent. Allerlei mooie vissen haal je erbij. Waarvan je denkt van, hey, die wil ik eigenlijk ook wel gewoon vangen. Zoiets. Mooie analogie. Dat. Nou, nog iets om op te optimaliseren is met budgetten schuiven. Komt er kort op neer. Als je ziet, hey, dit loopt heel goed. En je ziet, hey, dit loopt heel slecht. Dan wil je meer geld van waar het slecht gaat, daar wil je het weghalen. En je wilt meer laten gaan naar waar het goed loopt. Ik gaf eerder al aan dat het ook zo kon zijn dat je een gedeelde campagne gedeelde budgetten gaat aanmaken van meerdere campagnes. Kan heel praktisch zijn, hier voor Veerman. Het is een heel klein account. Ze willen op heel veel verschillende dingen adverteren. We gaan het eigenlijk ook gewoon echt naar grote budgetten toe. Want ik heb liever dat we daar voorzichtig doen. En dat we dat pas doen als het gewoon dat het altijd goed loopt. Dat het liever in te slome stapjes daar. Want als je goede ROAS hebt, dan kun je in principe zoveel mogelijk geld erin gooien. Nou, hier zijn dus tot nu toe kleine budgetten. Verdeeld over veel campagnes. Ik heb dus met gedeelde budgetten gewerkt. Je ziet hier alle campagnenamen. En dit zijn alle resultaten van begin september, toen ik begon voor ze, tot en met een week geleden. De resultaten. En dan zie je hier onder welke budgetnaam ze horen. Dus er vallen 3 campagnes onder branded. 3 campagnes onder branded. En bijna alles verder onder non-branded. Non- en semi-branded. Dat betekent dat al deze campagnes met non- en semi-branded €4,30 budget per dag hebben. Er wordt er over verdeeld. En deze 3 hebben samen €1,85 per dag. Nou, mijn vraag aan jullie. Wat zouden jullie doen als je dit ziet? Hier wil optimaliseren. Denk er maar even over na. Kijk er maar even een minuutje naar of 2. Naar deze gegevens van, wow, wat zou ik hier nou allemaal doen? Oké, laten we even deze hele inruilactie, Mark, moet ik zeggen, even erbuiten laten. Het gaat juist om de rest. Maar dit is wel iets super opvallends. Dat, wacht eens even, heel hoog vertoningspercentage. En het kost heel veel en je ziet niks voor terugkomen. Hoe komt dat? Een inruilactie is in de winkel en niet online. Dus vandaar dat... Dus dat is even net weer een andere. Maar goed dat je het opvalt. Ik dacht juist daaronder, die wel heel veel conversies heeft, maar een heel laag vertoningspercentage. Nou, die is inderdaad hartstikke interessant. Als je kijkt naar die branded, het is hartstikke laag voor een branded. Kijk, en dan kan je natuurlijk zeggen, de rest is nog lager, dus allemaal lager dan 10%. Klopt, dus ook heel laag. Maar voor een branded, die in principe goede ROAS hebben. Dus je kijkt hier, 38 conversies. Het heeft zoveel gekost. Nou, ik kan je zeggen, die dingen kosten best wel wat allemaal daar. Deze ook gewoon prima score. Dus gewoon al die branded, en dan weet je eigenlijk wat branded. Dat je daar een goede ROAS kan verwachten. Nou, als je hier in gaat duiken, ik heb hier niet de conversiewaardes erbij staan. Dus je ziet, branded heeft een goede ROAS. Kijk maar naar conversies. Je ziet überhaupt bijna nergens conversies staan. Alleen bij deze 2 branded en hier toevallig 2. Maar deze 2 branded hebben conversies. Dus wat kun je er doen? Branded budget open.
ook gezegd. Ja, dat was nu het advies. Branded gaan we budget verhogen. Is dat wel goed? Dat heb je niet gezien, hoor. Ja, Max, dat is dus Max is vandaag mee bezig. Die heeft branded doorgevoerd, omhoog gegooid. Dat is advies 1. Wat kunnen we zeggen over en eigenlijk nog met een veel te lage stap? Of doe je dan branded omhoog gooien? Meer budget. Want het wordt beperkt door budget. Dat was zo'n voorbeeld van, hey, hoge ROAS, maar vertoningspercentage laag. Wordt beperkt door budget. Want we hadden hier, het staat er, 1,85. Hartstikke weinig. We hebben er nu 5 euro van gemaakt. Dat is in één keer best wel veel hoger. Eigenlijk kan je denk ik wel van het 10, maar we doen het in stapjes om te gaan kijken of het goed blijft, die ROAS. Ja. Wat voor geniaal advies kunnen wij geven op het gebied van non- en semi-branded? Als we nu even helemaal die branded even niet meer naar kijken. Hè? Gewoon alle campagnes van non- en semi-branded. Wat is dan een hele makkelijke conclusie die we al kunnen trekken? Dat? Waarheid is een koe? Dankjewel. En verder? Iets over het hoe goed ze het doen of zo? Ja, het is allemaal nul conversies. Allemaal nul conversies? Is het? Maar de bovenste niet. Het is ook best bijzonder hè, dat sommige campagnes nog ineens een euro uitgeven. Nou, heel veel zitten er zelfs onder de 10. En heb je hier eentje, een van 192. Maar dat heb ik niet ingesteld. Maar andere campagnes waarvan ik gezegd heb, hey, dit is een gedeeld budget, verdeel het maar over de campagnes. Google vertelt niet waarom die de ene campagne meer geeft dan de ander. Maar het grote vermoeden is, daar kun je ook van uitgaan, Google het gewoon uitgeeft aan de campagne waar dat gaat. Waar dat makkelijk gaat. Dus je ziet dat die bovenste, nou, die heeft ook 2 conversies. Gewoon prima, kost 192, maar het heeft echt wel meer opgeleverd, dus een goede ROAS. Ik zou niet per se dit als wetenschappelijk betrouwbare data naar buiten brengen, van dat dan de ROAS is. Daar heb je weer nog meer data voor nodig. Maar één ding is opvallend. We hebben allemaal campagnes waarvan we zeggen, verdeel hier budget over. En dan gaat heel veel hier naartoe. Dus wat gebeurt er dan? Hier kun je misschien niet per se wat over zeggen. Over die conversies. Maar over dit kun je al helemaal niks zeggen. Dus dan willen we het los trekken. Dat is het. Je gaat die bovenste, ga je nu gewoon een eigen budget geven. Die loopt goed. Zegt van, nou, van wat we tot nu toe zien. Hij heeft 2 conversies. ROAS is goed van wat we kunnen zien. Voorbare conclusie. Maar die gaan we in ieder geval apart gooien. Gaan we kijken of die goed blijft lopen. Maar die krijgt een eigen budget. Altijd geld gaat er naartoe. En omdat je die dan weghaalt uit die non- en semi-branded. Heb je opeens veel meer budget voor deze campagnes. En krijg je niet meer kans. Dan ga je eigenlijk gewoon weer wat meer risico nemen. Door die altijd een campagne waar je nog niks over weet, geld er naartoe gooien is risico nemen. Je gaat daar een risico nemen, maar je weet in ieder geval die, dat lijkt best wel prima te doen. Dus die krijgt eigen budget. En eigenlijk geldt hetzelfde voor degene die dan op de tweede plek staat van non- en semi-branded en die op de derde plek staat. Die kun je ook wel een eigen budgetje geven. Zodat echt dit, als het nu hierover verdeeld wordt, die 4,30 euro, krijgen de campagnes wat meer kans. Dus dat is eigenlijk het advies. Schuiven met budgetten. Waar je ziet dat veel naartoe gaat, veel budget, en het gaat geen eens zo slecht, dan geef je dat eigen budget. Want je hebt die gedeelde budgetten heb je bedacht en in leven gebracht. Omdat je zegt van, nou, ik weet niet zo goed welke, ik heb zoveel campagnes, waar moet ik mijn geld naartoe laten gaan, ik weet niet wat het goed doet. Dus ik ga het maar Google laten verdelen over de campagnes. En nou, nu krijg je dus resultaten van Google, deze campagne, daar kun je wat mee. Gooi daarna maar je geld in, dat is simpel veilig. En over de rest kun je weer voorzichtig verdelen. Dus dat. Ze komen eigenlijk het allerlaatste puntje. Als het niet al tijd is. Volgens mij hebben we het hier al een beetje over gehad. Kwaliteitsscoren optimaliseren. Ik wil hier weer een praktische opdracht van maken. Dat jullie lekker door de zoekwoorden heen mochten gaan. En kijken hoe je op kwaliteitsscores kan optimaliseren. Maar dat hebben we eigenlijk al een beetje gedaan. Dus dat is met die filters. En dat is met die filters en dat je dan kijkt naar ervaring op landingspagina en naar de advertentie relevant. Naar hoe doen die het? Dus, nog vragen? Ja, ik ga toch even iets vragen. Sorry jongens. Ik
Ik was heel benieuwd naar Performance Max. Heb jij daar toevallig van gehoord? Performance Max? Ja, dat is een soort nieuwe campagne-doelstelling. Oké. Okay. Campagnetype bedoel ik. Een campagnetype? Nee, dat is niet. Is dat dan gericht op... nee, niet klikken maximaliseren. Nee, ik weet niet. Wat, wie weet daarvan? Interessant, Amir. Zeg maar niks. Ja, dat is een handigheidje van Google om zeg maar alle andere componenten die zij beschikken tot advertising in te zetten. Maar dan heb ik een andere vraag. Heb jij wel eens dat je bijvoorbeeld displaycampagnes ernaast zet of andere soort campagnes of de search partners? Maak je daar ooit gebruik van? Ik weet dat we alleen zoekwoordencampagnes hebben Nou, display, dat is een perfecte voor awareness. Het vervelende is, kijk, daar krijg je niet zo snel gewoon conversies voor terug. Dus het is zo dat mensen minder snel gaan kopen als ze een banner zien, waar ze niet per se om gevraagd hebben. Dus de display, als je hem veiliger wil inzetten, doe je hem alweer als retargeting. Maar je kunt ook gewoon display inzetten als jij een budget hebt voor awareness. En je hebt daar een KPI aan vastgekoppeld, van dit is hoe vaak we vertoond willen worden, dan is het helemaal prima. Maar dat moet je wel apart zien van de performance KPI's en niet daarin meetellen, want je kunt geen goede ROAS verwachten. Dus het krijgt een andere mindset dan zo'n campagne. Maar dat doen vooral grote bedrijven veel, want die willen wel een beetje, die hebben er wel wat voor over voor een awareness. Die geloven ook wel van, nou, dit draagt ergens wel weer bij aan sales. En dan is op de andere plekken in het netwerk met een zoekcampagne adverteren, dat is dan weer iets veiliger. Wel weer hetzelfde idee, mensen vragen er niet om. Maar het is wat veiliger, zeg maar. Het kost minder. Ja, en heb jij heel misschien tips voor een hele kleine speler? Dus ik heb bijvoorbeeld een klant die echt 10 euro per campagne per dag inzet. Heb jij misschien tips voor zo'n kleine speler die het moet opboksen tegen de grotere spelers? Ja, 10 euro per dag per campagne. Nou, echt alleen maar exacte zoekwoorden. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste. Je wil absoluut niet het risico nemen dat je zichtbaar bent en je een klikwijk bent aan iets wat niet relevant is. Terwijl je eigenlijk weet van, er is genoeg verkeer voor jouw kleine budgetje om het dan puur jouw verkeer super relevant te maken. Dus dat eigenlijk. Het kan dat je de klant zo gek maakt om te zeggen van dat je dat bij kan brengen, dat je dat wijs kan maken van, nou, het is erg wel goed in die awareness om ermee bezig te zijn. Je krijgt er niet wat voor terug, maar je bent nieuw. Jij moet ook naast bekendheid genereren. En dat je dat ook goed uitlegt, dit is een andere KPI, een ander doel. Dus hier hoef je niet per se wat voor terug te zien in één keer. Het geld ben je gewoon kwijt. Maar ga bijvoorbeeld ook 3 euro per dag aan awareness besteden. Zo kun je dat aanpakken, maar dat gaat er vaak minder goed in. Want je ziet dan bij de performance zie je natuurlijk hele goede resultaten terugkomen. Ja, dus dat daarmee bedoel je misschien ook displaycampagnes of iets dergelijks. Want ik heb nu bijvoorbeeld een klant die is heel niet... Dat is echt het laatste wat ik zou doen als ik mijn 10 euro budget heb. Oh, oké. Okay. Dus ik zou wel echt beginnen met branded alleen. Dan kun je ze laten zien van, kijk hoe geweldig goed die doet. Nou, dan kun je ze weer een beetje van, nou, je hebt budget, kijk, dit gaat erin, levert 10 keer zoveel op. Nou, laten we weer wat meer gaan doen. Dan ga je op bijvoorbeeld letterlijk de producten adverteren. Dat is ook nog best wel veilig. Dus zul je zien dat het wel eens lager is. Maar als je het goed optimaliseert, alsnog hoog. Niet zo hoog als branded natuurlijk. Zo ga je steeds breder. Zolang het goed gaat, zolang je het aan het... Je gaat gewoon kijken in hoeverre het goed gaat. Hoe ver je dat kunt rekken. En dat is lastig voor een klein bedrijf, wat niet zo bekend is. Waar mensen misschien niet willen kopen. Maar als je heel dicht bij de bron blijft, dan gaat dat in principe goed. Maar dan is er gewoon niet zoveel verkeer misschien. En ja, dat is wel goede ROAS. Dus mijn klanten is bijvoorbeeld heel erg niche in overlijdensrisicoverzekeringen en puur dat. Dus jij zegt gewoon heel erg daarop focussen in exact en daar alles uitpluizen dat het meest relevant is gewoon. Ja. En dat is de strategie. Ja. Duidelijk, dankjewel. Ja, geen probleem. Bye.